Ja, na maanden wachten kunnen we vandaag dan weer eindelijk genieten van de Formule 1. Maar voordat het allemaal losbarst vanmiddag, gaan we natuurlijk hier een voorbeschouwing doen bij Goedemorgen GP-fans. Oh, seizoen 2 mag ik toch wel met veel trots zeggen. En dat voorbeschouwen doe ik gelukkig niet alleen, want we hebben weer een bomvolle uitzending met vaste koppen van het programma Asian Formule 3 kampioen Joey Alders. Goedemorgen. Goedemorgen. En GP-fans redacteur Remy Ramadjewan. Gast hier aan tafel heeft volgens mij alles gevonden wat er maar te winnen valt met een Porsche. Larry ten Voorde, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je bent. Ja, natuurlijk, deze studio heeft een 2.0-versie gekregen. Maar we hebben nu ook een extra kracht hier om de chat helemaal in de gaten te houden. Liv Jansen, Liv, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de mensen kunnen de hele dag door of tijdens de live-uitzending berichtjes sturen. Even een kleine proef op de som. Zijn er al wat leuke berichtjes binnengekomen? Ja, ik krijg heel veel berichten binnen dat ze er heel veel zin in hebben vandaag. En Chantal vraagt zich af wat jullie van de kwalificaties vonden gisteren. Ja, dat was een bijzondere kwalificatie, moet ik zeggen. Gelijk een sterke. Voordat we daarmee gaan beginnen, moeten we natuurlijk de gast nog even een beetje moeten kijken hoe het met hem allemaal gaat. Larry, zoals ik net al zei, je hebt volgens mij alles gewonnen in een Porsche wat er bijna te winnen valt. Even kijken, 24 uur race van Dubai heb je gereden. Heb je gewonnen. En je hebt twee keer de Porsche Supercup gewonnen en twee keer de Carrera Cup in Duitsland. Als ik mijn huiswerk goed heb gedaan. Afgelopen seizoen, hoe is het toen gegaan? Ja, afgelopen seizoen tweede geworden in beide kampioenschappen. Uiteindelijk wel, ja, het was een wat uitdagende seizoen. Wel heel veel van geleerd en eigenlijk ook een beetje pech gehad. Elke race op podium gekomen, behalve Red Bull Ring. Mm-hmm. Werd ik helaas getorpedeerd. Toen verloor ik daar 20 punten en uiteindelijk verlies je kampioenschap op 6. Wel samen met GP echt geknokt tot het einde van de laatste wedstrijd. En het was nog close, uiteindelijk een P2. Ja. Ik denk, we kunnen het opgooien voor of daarna terugkijken. Ja, je zegt dat je veel hebt geleerd. Wat zijn de hoofdpunten die je dan ervan hebt geleerd van het seizoen? Ja, zeker van het seizoen. Kijk, uiteindelijk, de weg naar de top is mooi. Maar als je aan de top bent, is het natuurlijk weer een ander speeltje aan de top te blijven. En je hebt natuurlijk een geweldige klasse in de Porsche Supercup of Porsche Cup Duitsland. Ja. Alle auto's zijn gelijk, dus het zit zo close bij elkaar. Ja, en dan zijn er gewoon 32 man die kampioen willen worden. Dus elk jaar wordt dat latje zeg maar weer verlegd. En je wordt gewoon afgestraft op de kleine foutje, zeg maar. We hadden het net al heel kort over, zeg maar. Ik zeg altijd, ja, je wordt niet afgerekend op het beste resultaat, maar op het slechtste resultaat. Ja, ja. En dat was vorig jaar ook wel te zien. Ja, en uiteindelijk toch een mooi seizoen. En ja, ik vind, je bent nooit uitgeleerd. Je kan altijd weer beter worden. En dat moet ook, want als je stil gaat staan en je denkt dat je er bent, ja, dan komen die anderen er even aan en zo snel ben je weer naar achteren. Ja, ja, precies. Want je zei ook voor de uitzending dat je vaker de 24 uur van Dubai had gereden, toch? Ja. En nu heb je hem eindelijk gepakt. Ja, zeker. In totaal 4 keer. 2 keer tweede, 1 keer uitgevallen. En dit jaar zeg maar kunnen winnen. Het was heel gaaf. Ik heb me niet verveeld. Want van de 24 uur heb ik 10 uur zelf achter het stuur gezeten. Ja. Dus moest zeg maar aan het werk. Verder ook samen met het team. Daarbij vag autotech de wedstrijd zeg maar gedaan. En zaten met 5 man op de auto. Ja, het was gewoon heel gaaf. We moesten echt heel veel voldoen. Zeker trommel blijven. We hadden ook een beetje een engeltje op de schouder. Want we hadden 2 keer een kleine aanrijding s'nachts. Bij een van mijn teamgenoten. Ja. Mijn auto bleef gelukkig heel. Ik was wel grappig, want toen ik naar de deur kwam en wou de deur open doen, kreeg ik de deur niet los, omdat er een dikke deuken zat. Dus met 2 man die deur losgetrokken en toen ging die deur niet dicht. Nou, met een kick werd die deur dicht en toen ging het weer door. Dus godzijdank ging het allemaal goed. En ja, het was een hele gave wedstrijd. Ja, naast dat je zelf altijd wedstrijden rijdt, kijk je ook in principe alles wat er met een raceauto te maken heeft. Net voor de uitzending moest je je telefoon al snel wegdoen omdat je weer de Formule 3 aan het kijken was. Gisteren heb jij de kwalificatie ook in de gaten gehouden. Wat vond je van de kwalificatie? Ja, ik vond het zelf een hele mooie kwalificatie. Ik zo persoonlijk vond wel, ja, het kwam uiteindelijk leek het wel in één keer heel makkelijk met Red Bull hoe het uitkwam, zeg maar. Ja. Zeker in die Q3-sessie. Ja, verder is het natuurlijk heel gaaf om nou Fernando Alonso, zeg maar, die naar voren komt. Ja, Mercedes blijkt toch wel weer wat moeite te hebben in dat opzicht. Ja, en Ferrari moet ook nog wel opstarten. Ik zie echt wel weer de Red Bull de favoriet. En natuurlijk, ja, Max is gewoon net weer een stapje beter als Perez. Ja, precies. Ja, Remy, vorige week hebben we die testdagen gehad. Zit daar heel veel verschil in met de kwalificatie die we gisteren hebben gezien en vorige week met de testdagen? Ja, toch wel. Hè. Je ziet dat de teams een stap hebben gemaakt ten opzichte van de testdagen. Kijk, de onderlinge verhoudingen, die waren gisteren, konden dat voor het eerst zien. Ja. Tijdens de testdagen was natuurlijk heel veel speculeren. Kan Aston Martin die rol waar maken? Kan Red Bull de lijn doortrekken? Hoe gaan we zien wat de verhoging van de vloer gaat doen? Mm-hmm. En gisteren is het allemaal samengekomen. En inderdaad, we zien nog steeds Red Bull bovenaan. En je ziet gewoon, de teams hebben wel een stap gemaakt. Ja. En sommige gevallen zakken ook een beetje door het ijs. Ja. Kijk naar McLaren bijvoorbeeld. Vind ik heel pijnlijk om te zien. Alpine had ik ook iets meer van verwacht. Ja, precies.
Maar goed, de usual aspects staan bovenaan. Ja, wel een beetje zoals verwacht. Behalve één iemand, die gast die rijdt al zo lang in de Formule 1... dat hij nu dan weer zijn carrière misschien wel bij dit team dan zo gaat afsluiten... is Fernando Alonso. Hij wist er uiteindelijk als vijfde te kwalificeren. Ja, netjes. Genoten van hem? Zeker, zeker. Dat is toch wel mooi om te zien dat hij weer een beetje terugkomt. Ja. Sebastian Vettel zal wel balen dat hij nou zijn auto weer mee zit. Ik heb heel veel respect voor Alonso. Zeker natuurlijk, ik zeg altijd, ja, het is maar getal, zijn leeftijd, zeg maar. Ja. Maar gewoon die mentaliteit, ook als je bepaalde wat dieper erin duikt, hoe hij erin staat. En natuurlijk in die tijd dat hij daar nog wat jonger in was. Hoe die, ja, ook wel die concurrenten dan probeerden mentaal een beetje te breken. En ja, het is wel een vechten. En hij gaat natuurlijk alles aan doen om met Aston Martin het maximaal eruit te halen. Ja, wat mij voornamelijk opviel was dat hij tijdens de kwalificatie toch ook wel... Ja, heel erg snel was. Ik had verwacht dat qua race pace zitten met die Aston Martin wel goed. Maar ja, tijdens kwalificatie wisten ze gewoon als klantenteam Mercedes eruit te rijden. Dat is toch bizar? Ja, je zag ook in de data dat ze op de rechte stukken veel snelheid hebben. Mm-hmm. En dat is toch wel vreemd, want ze hebben dezelfde motoren als Mercedes. Maar ze halen toch meer snelheid eruit. Ja. Ja, nou ja, ik vond het, wat ik ook trouwens heel bijzonder vond, is dat na die tijd zei Max bij F1 TV van, nou ja, de auto is wel prima, weet je wel. En we moeten nog wel een paar dingetjes verbeteren, maar voor de rest, het ziet er allemaal goed uit. En toen bij Viaplay liet ik in één keer een heel ander geluid horen van, nou, er moeten zeker wel wat dingen veranderd worden aan de auto voor volgende raceweekend. Ik vond het vrij streng. Moet je niet gewoon blij zijn dat je weer bovenaan staat? Ja, maar hij is natuurlijk perfectionist, hè. En er zit... Kijk, hij zei het hele weekend al dat die auto niet helemaal lekker uitgebalanceerd was. Ja. En hoe die vrijdag naar Bahrein was gekomen, de auto was toch iets anders dan in de testdagen. Je ziet ook het verschil met Perez, dat is 1/2 tiende. Nou, dat is het eigenlijk normaal gesproken ook niet. Dus dan weet je gewoon, er valt nog meer uit te halen. Ik denk dat Verstappen daar vooral op doelt. Ja. Dus ja, pole position is natuurlijk heel blij mee. Maar ja, er valt gewoon veel meer uit te halen. Ja, uiteindelijk wel wat we hadden verwacht. Front row met Red Bull en Ferrari. Ferrari moet ook een beetje opstarten. Hoe zie jij dat dit gebeuren met Ferrari dit seizoen? Ja, we gaan het zien. Ze hebben natuurlijk nu een nieuwe teamleider erin zitten. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gebeurt. Ik vond zelf vorig jaar, zag je dat wel... Ja, uiteindelijk was het natuurlijk het vertrouwen in de rijders ook een beetje weg. Natuurlijk in één keer dat Leclerc gevraagd van... Oké, welke strategie wil je zeg maar doen? Ja. En dat, ja, eigenlijk moet die jongen zeg maar, bezig zijn met het autoracen in dat moment. En dan begon ze ook heel erg bezig te zijn met het team, met strategie. En dan merkte je wel, ja, dat vind ik ook wel een taak zeg maar, van ingenieur... dat hij goede strategie zeg maar, aan moet nemen... en natuurlijk ook een goede leider erin te hebben. Dus ik denk dat Ferrari wel hard gewerkt heeft... en dat ze nu nog goed aan het opstarten zijn. Maar als je natuurlijk kijkt naar de favoriet Red Bull... komen ze op dat opzicht nog wel wat tekort. Ja, precies. En jullie hebben natuurlijk ook veel gereden. Ja, snap je dat die vraag vaak gesteld wordt aan een Leclerc of een Sainz... van, goh, hoe voelen de banden en zo? Want jij zegt, nou, het team moet die call maken... maar is dan toch ook wel eens lekker als coureur zijnde daar even... Ja, zeker. Alleen het is natuurlijk goed die samenwerking met het team, zeg maar. Dus als je natuurlijk vertrouwen in elkaar hebt... Kijk, uiteindelijk heeft de technische kant heeft een taak, zeg maar. En de rijderskant ook. En die moeten goed met elkaar afgespeeld zijn. Ja. En die ingenieur die moet de rijder goed begrijpen. En ook, zeg maar, andersom. Dus als Leclerc aangeeft van... Hey, ik kan nog wat met mijn banden... dat de ingenieur je ook weer de mogelijkheid geeft... om dan nog, zeg maar, op een bepaalde manier door te gaan. En dat is gewoon heel, heel belangrijk in dat opzicht, zeg maar. Want ja, uiteindelijk doe je het ook met het team, weet je. Dus uiteindelijk zit je wel alleen in die auto. Mm-hmm. Je kan het niet alleen. Ik vind ook altijd, elke kop binnen het team die moet in de juiste richting staan. Dus van bandenman tot aan trucjes, ze zijn allemaal net zo belangrijk uiteindelijk ook als de rijden. Uiteindelijk is de rijden natuurlijk het beeld naar buiten heen in het team. Maar je doet het daarin op zich echt zeg maar, met elkaar. Ja, Remy, denk je dat Fred Vasseur dat een beetje onder controle krijgt, hè? Ja, alleen, dat heeft wel gewoon tijd nodig. Hij komt natuurlijk, het is een derde maand dat hij nu bezig is. Ja, dan kunnen we niet verwachten dat hij meteen alles op de schop gooit. Nee. Alhoewel, hij heeft wel een andere tactische man naar voren geschoven. Ja. Dus qua strategie kunnen we iets anders dit seizoen verwachten. Ja. Maar ik denk dat we het over een half jaar gaan zien wat Vasseur echt kan doen bij het team. Ja, precies. En we wat tijd geven. Ja, ik vond trouwens tijdens de testdagen, het team van AlphaTauri zag er niet heel sterk uit. We hebben natuurlijk Nyck de Vries, rookie die er nu bij is gekomen. Die wist zichzelf gisteren als 19e te kwalificeren, terwijl Tsunoda toch wel even een stapje bovenop kon doen. Is dat gewoon even, dat het nieuw is, dat hij toch een beetje spanning voelt of zo? Of ligt dat echt aan de auto? Ja, tegenvaller inderdaad. Ik had heel eerlijk verwacht dat hij Yuki Tsunoda om de oren zou rijden.
Maar ja, hij had zelf ook toegegeven dat hij veel foutjes had gemaakt in zijn kwalieronde. Ja. En de eerste bocht dat hij deed, heb ik zo gemist. En toen zei hij, ja, dan loop je al achter de feiten aan. Ja. En dan wordt het lastig. En zeker met het veld dat nu binnen 1,1 seconde zit. Ja, één zo'n foutje, als je even de apex mist, dan ben je gezien. Ja, het is wel lekker dat het nu allemaal wat dichter bij elkaar zit, toch? Zeker. Ik vind het gewoon leuk om te zien dat die reglementen van afgelopen jaar, dat is dan nu gewoon echt mooi gefine-tuned. En dan zie je dat het gewoon inderdaad een seconde zit er tussen Nyck de Vries. Wel 2 seconden tussen Max en Nyck echt. Jij kent Nyck ook wel een beetje. Denk je dat hij gaat vlammen dit seizoen? Nou, hij is wel een heel gedreven iemand, zeg maar. Natuurlijk qua het rijden, maar als je kijkt hoe hij zich nu qua fitness, mentaal, zeg maar, fitness vooral ook heeft voorbereid op dit seizoen. Volg je natuurlijk via de social media kanalen. Het is natuurlijk gaaf om te zien. Ja. Dus iemand die er wel echt heel serieus mee bezig is. Ik heb natuurlijk een paar keer gezien, een paar keer meer gesproken. De eerste keer was in de WEC gebeuren. Dus voor mij was het in Bahrein toen, in 2020. Ja. Ja, ik ga nog even sporten. Liep hij met een paar gewichten, ging hij even wachten. En ging hij dan nog tussendoor nog even bezig, zeg maar. Ja, dat is wel een beetje van mijn interpretatie hoe ik, zeg maar, Nyck ken. Ja. Toen ook in Monza nog een heel leuk gesprek gehad. Was net voordat het bekend werd gemaakt dat hij in de auto moest, zeg maar. Dus daarna kon je hem ook niet meer spreken, want was hij druk. Ja, ja, precies. En dat is natuurlijk heel gaaf. Het is iemand die ook niet opgeeft. En heel lang ook de vorige knop moeten heersen in de situatie waar hij nu staat. Ja, goed, ik snap wel, we hebben natuurlijk allemaal die beeld van vorig jaar natuurlijk dat die Monza aankwam en dan bam, hij stond en denk allemaal van, boah, waar komt, weet je, hoe doet hij dat? Ja. Dus ik denk dat het ook wel een beetje met de verwachting meespeelt van waarom die nou dan 19e staat. Ja. Heb natuurlijk heel snel nog Monza vorig jaar in het hoofd. Ja. Dus ja, ik ben wel heel benieuwd, ook daarin wat tijd gunnen, hoe die zich gaat, zeg maar, ontwikkelen. Ja. Ik zeg ook altijd, we hebben ook altijd nog een wedstrijd te rijden, dus we gaan hopelijk veel spektakel zien. Het is kwalificatie pas. Zeker. Ja, inderdaad. Ja. Hey, jij zegt, die gast is altijd in de sportschool. Hè? Hij is veel bezig, veel voorbereiden. We hebben natuurlijk die winterperiode gehad. Dan ben je als atleet misschien een beetje wat minder bezig in de sportschool. Ik weet toevallig dat jouw favoriete snack een broodje bal is. Tijdens die wintertestdagen. Ben je dan, niet, hoor. Pak je dan even wat meer snacks of zo? Of hoe zit dat? Hoe kun je weer helemaal mentaal voorbereiden op zijn nieuw seizoen? Nou, ik heb best uitdagend seizoen vorig jaar. Echt alles gegeven. Dus ik merkte wel dat mijn energie echt verder als leeg was. Ja. Dus toen had ik ook gezegd van, dat ik voor mijn na het seizoen 1 tot 2 maanden echt even helemaal los, alles losgelaten. Ja. En weer opladen, zeg maar. Eigenlijk begon de wedstrijd alweer na mijn laatste wedstrijd. Mm-hmm. En dat was gewoon allereerst weer mijn energie weer terugkrijgen en goed op te laden. En dan ga je ook wel gewoon wat losser erin. En ga je wat, weet je, een broodje bal wat vaker, zeg maar, in dat opzicht. En in dat opzicht is het ook, kijk, wij zitten best wel flexibel met gewicht. In de Porsche kunnen 85 kilo, moet je wegen als rijden. En wat je niet hebt, dat komt er met gewichtsplaten rechts aan de rechterkant erbij in. Dus we hebben wel echt meer speling dan de formulekeur daarin. Ja. Maar toch is het gewoon lekker in je veld zitten, weet je, als je fit bent. Ben je lekker fit met je lichaam en ook met je geest. Dus ja, daarom ik hou ook wel van om zeg maar in de week te beuken in de sportschool. Ja, dat snap ik. En hoe krijg je die focus nou weer terug dan? Dat je denkt van oké, nu moet ik gaan presteren. Oh, dat is ook wel de honger, denk ik. Ook wel het doel wat je dan mezelf stelt. En ook wel weer van, hey, ik wil er alles weer uithalen. En dat is ook wel gewoon een mindset ding. Ja. Gewoon heel bewust zeggen van oké, ik ga er echt alles aan doen. Wat ik in mijn invloed heb om, zeg maar, mezelf weer naar die top te kunnen krijgen. Of dat extra beetje weer eruit te halen. Ja. Dat is vooral, ik kan er best wel goed mee omgaan. Ik vind dat wel fijn, jezelf triggeren. En ook vooral met de trainingen, weet je. Als je dan met de fiets bent, ik keek FP3 bijvoorbeeld. Nou, de laatste 5 minuten heb ik niet meer echt gezien. Was wazig, want ik zat ook met mijn intervaltraining bezig. Ja. Maar daarna zat ik wel de F1 op. Dat vind ik wel vet om daar even alles weer uit te halen. En dat gewoon die laatste paar minuten even zo door te bijten. Terwijl je lichaam helemaal op is. Ja, en dat is natuurlijk ook in het seizoen. Dat ene kleine beetje weer eruit halen. Ja. Ja, dat onderscheidt wel net of jij net een paar posities meer naar voren kunt of niet. Ja, precies. We hebben ook nog wat andere rookies, zoals een Sargent en een Piastri. Denk jij dat zij die honger ook hebben om te gaan presteren dit keer? Zeker, zeker. Ik denk alleen wel dat Piastri een fout heeft gemaakt door McLaren te kiezen dit seizoen. Ja, zonder McLaren zo achteraan rijdt. Pakt verkeerd uit, hè? Zo. Ja, ik denk dat het team wel 2 hele grote talentvolle rijders heeft. Ze krijgen alleen die auto niet voor elkaar, dus dat is wel een bloedzonde. Nou, ik vond het wel heftig. Ook in die documentaire Drive to Survive zag je ook dat die gast er best wel vaak in beeld kwam. Ja. Natuurlijk omdat hij zo heftig die overstap heeft gemaakt. Ik weet nou niet of het gestunt of van Alpine was of dat hij zelf
ja, gewoon dacht van, nou, ik ga wel naar een ander team toe. Hij zei ook van, ik vind het niet erg dat ik mijn toekomst gewoon goed heb vastgelegd, laat maar zeggen. Ja. Ja. Kijk, als hij een keuze krijgt om voor McLaren te rijden, ik snap het wel. En er is hem waarschijnlijk gouden bergen beloofd met die auto, dat er waarschijnlijk wel iets aan zit te komen. Ja, dan pakt het zo uit. Ja. Maar ja, ook McLaren moeten we gewoon wat tijd geven. Al vind ik wel de trend, ze zitten niet echt in een opwaartse spiraal. En ik had wel verwacht dat zij zouden gaan profiteren van het reglement. Hoe kan dat nou? Vorig jaar werden zij een soort van gezegd, ja, dit team gaat echt profiteren van die nieuwe reglementen. En nu lijkt het op een soort van... Ja, ze hebben gewoon een plank misgeslagen, ja. Denk je wel, in ontwikkeling. Ja. Ja, wat je wel ziet is dat ze hele toffe beeldschermpjes hebben in de auto en zo. Misschien wel in de helmen waar dan de sponsoren om de 5 seconden of zo getoond worden. Ja, maar daar ben je geen wedstrijden mee. Ja. Nee, dus denk je dat dat ook een tijd gaat duren voordat zij weer... Ik ben bang van wel. En je hoort ook Norris is een beetje aan het mokken binnen dat team. Ja. Er gaan geruchten dat hij met Red Bull in gesprek gaat, mogelijk, eventueel, waarschijnlijk. Nou ja, dus als dat soort geruchten al in de gang zitten, ja, dat ik weet niet of dat handig is. En het zegt heel veel over McLaren op dit moment. Ja, het is gewoon een beetje pijnlijk hoe het daar gaat. Nou, inderdaad. Ja, toevallig afgelopen week spraken wij met Stoffel van Doorne. Hij is ook reservecoureur bij het team van McLaren en Aston Martin. Maar hij rijdt natuurlijk ook voornamelijk voor het team van DS Penske in de Formule 1. En ik sprak met hem afgelopen week om te praten hoe zijn start van het nieuwe seizoen is gegaan. Stoffel, goedemorgen. Tof dat je hier bij ons kon zijn in de uitzending van GP-fans. Allereerst, hoe bevalt het tot nu toe bij het team van DS? Het is een grote verandering voor mij. Een nieuw team. Maar ook het team zelf heeft redelijk wat veranderingen ondergaan tijdens de winter. Het is DS Penske. Ze hebben best wel veel succes gehad in het verleden. Vooral in de vorige generatie van auto's. Maar voorlopig bevalt het oké. We hebben een beetje een moeilijke start van het seizoen gehad. Vooral met de nieuwe auto's, heel veel nieuwe dingen te leren en hebben misschien niet alles op en top gedaan tijdens de start van het seizoen, maar het begint stilletjes aan beginnen het beter en beter te gaan. Ja, die nieuwe Gen 3 auto's die zijn, voor mij als kijker in ieder geval, zien ze er echt onwijs snel uit. Ook wel een beetje gevoelig, want ze glijden soms wel heel erg. Maar er is echt onwijs veel actie. Hoe ervaar jij dat? Ja, Formule 1 is altijd een beetje heel speciaal in de manier van het racen zelf. Denk ten opzichte van de vorige generatie. De auto's zijn toch wel een stukje sneller uiteindelijk. Meer power, maar hebben we wat minder grip. Wat het enorm moeilijk maakt voor iedereen om rondes bij elkaar te rijden uiteindelijk. Maar het creëert altijd wel een heel mooie show uiteindelijk. En ik denk dat dat... dat is het belangrijkste is voor de Formule 1. Zijn die auto's voor jouw gevoel? Want in de Formule 1 zijn ze bijvoorbeeld echt continu bezig met het innoveren van die auto's. Zijn ze dat in de Formule 1 ook continu aan het doen? Of zijn jullie daar als team nog continu mee bezig met het tweaken daarvan? Ja, natuurlijk. We zijn ook constant bezig met het ontwikkelen van de auto. Natuurlijk, de reglementering zorgt ervoor dat er wat minder scope is dan ze hebben in de Formule 1. Alle aerodynamica en zo... Bij onze auto's kunnen we niet aanpassen. Dat is standaard voor iedereen. Dus het is vooral software en powertrain eigenlijk die eigenlijk constant veranderingen worden aangebracht weekend na weekend. Er zijn ook wel wat regels veranderd in de race zelf, helemaal als het gaat om extra power die je kan krijgen. Hoe ervaar je dat? Ja, er zijn wat dingen veranderd, vooral rond de attackmodus. We kunnen nu eigenlijk kiezen welke sequence we doen tijdens de wedstrijd. We hebben 3 verschillende opties. 1 in 3 minuten, 2 plus 2 of 3 plus 1. Dus dat brengt wat andere strategie met zich mee. En die kunnen we ook tijdens de wedstrijd zelf nog bepalen. Maar als je kijkt percentueel dit jaar, is het, hebben we een minder increase van power ten opzichte van de voorbije jaren. Vorig jaar was het van 200 naar 250 en dit jaar van 300 naar 350. Dus de winst met die extra power is niet zo heel veel uiteindelijk dit jaar. Ja, in een interview met Sportza zei hij van dat de charme van de Formule 1 een beetje is dat je niet weet hoe het zal lopen. Nou, we zijn nu een aantal races in het seizoen. Heb je al een beetje een blik van een betere kijk op hoe het eventueel wel gaat lopen dit seizoen?
Porsche ziet er sowieso heel sterk uit. Ze hebben een heel goede start van het seizoen gehad met Pascal Wehrlein en hun, hun customer team. Andretti met Jake Dennis. Dus zij hebben een hele goede job gedaan en zitten er altijd constant vooraan bij. Mm-hmm. En dan is het een beetje moeilijker om, om te zeggen uiteindelijk. Ik denk dat iedereen zit echt relatief dicht bij elkaar. En vooral ja, aan de start van een nieuwe generatie kunnen er best veel dingen veranderen nog. Iedereen moet, ja, moet leren over de banden. Hoe het maximale uit deze nieuwe reglementering te halen. Dus uiteindelijk, de start van het seizoen is een heel grote ontwikkelingsfase uiteindelijk voor iedereen. Dus ik denk dat het in de toekomst nog wel wat nog een beetje verandert uiteindelijk. Vorige race was volgens mij best wel een mooi resultaat voor het team. Indrukwekkend in ieder geval. Hebben jullie ook wat van dat winst geleerd? Laat maar zeggen, zijn er elementen die jullie denken van oké, dat gaan we nu doorpakken in Kaapstad? Ja, natuurlijk. Er zijn altijd nieuwe dingen die we kunnen meenemen. Ik denk, sinds het begin van het jaar hebben we al best veel evoluties gebracht aan setup. En ook het runplan, wat we moeten doen met de banden en zo in de vrije training, in de kwalificaties. En dat kunnen we zeker meenemen naar Kaapstad hier. Maar het blijft nog altijd een beetje afwachten, want ik denk dat het ziet er een beetje naar uit dat sommige circuits dat we beter doen dan andere. Mm-hmm. Dus we zullen zien hoe het hier in Kaapstad verloopt. Het is een heel apart circuit, een heel snel circuit, heel hobbelig ook. En dat is misschien niet een van onze sterke punten, maar het is afwachten. Het is een beetje unknown soms in de Formule 1 hoe het zal verlopen. Ja, vorig jaar wereldkampioen. Ben je nou anders dit seizoen ingegaan dan andere seizoenen? Niet specifiek, nee. Ik bedoel, het doel van mij was ook om dit jaar te kunnen vechten voor het kampioenschap. Het lijkt er nu wel een beetje moeilijker op na de start van het seizoen. Maar ik weet dat ik bij een goed team zit die de capaciteiten heeft om voor overwinningen te kunnen vechten. En, mm-hmm. Ik denk dat we nu in een fase zitten waar we moeten ontwikkelen en terug een van de referenties worden uiteindelijk op de grid. Ja, je zegt er zijn een heleboel veranderingen geweest. Mis jij je oude maatje De Vries een beetje? Ja, je bedoelt, het is helemaal anders. Ik heb de voorbije 3 jaar samen met Nick in het team gezeten en ja, we hebben een heel goede relatie gehad samen. Dus het is mooi om te zien dat hij nu zijn kans krijgt in de Formule 1. En we zullen binnen een paar weken zien hoe hij het doet. Ja, daarnaast ben je natuurlijk ook een reservecoureur voor Aston Martin en McLaren. Hoe gaat het in de voorbereidingen? Zit er daar nog verschil in de klasse Formule E en Formule 1 qua voorbereiding van sporten of simulaties? Mijn rol is een beetje anders uiteindelijk bij Aston Martin. Ik spendeer vooral de tijd op de simulator en dan is het meer gericht op puur development van de auto. Want er is veel meer vrijheid uiteindelijk in de Formule 1 wat ze kunnen veranderen aan de auto's tijdens het seizoen. Dus de auto die we nu zien aan de start van het seizoen, die verandert nog enorm veel komt het einde van het seizoen. Dus mijn rol is vooral daarop gefocust en ik zal ook vooral aanwezig zijn op Grand Prix waar ik geen wedstrijd heb in de Formule 1. Oké, nou, dat is duidelijke taal. Ja, Stoffel, ik wil je ontzettend bedanken voor dit interview. Ontzettend veel succes ook in Kaapstad en ik hoop je binnenkort weer te spreken. Dankjewel. Doei, hoi. Ja, als je live op dit moment aan het kijken bent, dan kun je ook van je laten horen via de chat. En om de chat helemaal in de gaten te houden, hebben wij hier natuurlijk Liv Jansen. Liv, is er nog wat leuks binnengekomen in de chat? Jazeker. Iemand vraagt zich namelijk af of Stroll de race gaat kunnen uitrijden met 2 gebroken polsen. Oeh. Ja, wat denken jullie? Ja, jij kan best uitleg geven van hoeveel krachten nou op je handen komen te staan. Is dat te doen, denk je? Ja, heel veel kracht natuurlijk met zo'n Formule 1 auto zeker. Nog een stap meer dan zeg maar in de Porsches. Ja, of hij de race kan uitrijden. Ik denk het zelf wel. Maar het ligt natuurlijk aan hoe hij erin staat. Ja. Dat hij geen hele fijne race gaat krijgen in zijn polsen, zeg maar. Dat kunnen we nu al zeggen. Hij gaat het wel voelen. Dus hij gaat het zeker voelen. Dus, ja, voor wel tijdens de vrije training was hij er wel veel over aan het
klagen wil ik het niet noemen, want het lijkt me behoorlijk pijnlijk. Laat ik het zo zeggen. Van praten, zeg maar. Ja, precies. Ja. Maar toch kwalificeerde zich als achtste. Maar vrijdag vond ik het nog onverantwoord. Hij kon er niet eens de bocht met twee handen maken. Toen dacht ik, moet je dat nou wel doen? Maar gisteren zag het wel een heel stuk beter uit. Waarom wordt dan wel zo'n keuze gemaakt van we zetten wel Lance Stroll in je auto en niet Trukovic die al een compleet weekend heeft gereden met die auto? En... Ah, ik denk dat het ook van hem komt, toch? Natuurlijk als rijder wil je rijden, zeg maar. Ja. En als hij ook ik kan het. Ja. En uit die testers hebben denk ik echt wel testen gedaan. En ik denk dat Via ook zeker overheen heeft gekeken. Ja, dan gaat hij het zeker doen. Dat hebben ze nu jou ook gedaan. Ja. Ja, er werd eerst heel mysterieus gedaan over wat er nou was gebeurd. Maar uiteindelijk is hij gewoon van de fiets gevallen. Over een put, heel onbenullig. Heeft hij beide polsen... ik weet niet of het heel heftig... Ik denk als je beide polsen breekt dan... Dat lijkt me niet handig om te rijden. Nee, denk ik dat je ook wel... Dan heb je normaal toch wel veel langer nodig? Ja, nu zag ik een pleistertje of zo. Dit bevestigt dat die Aston Martin een goede auto is. Dat hij ondanks alles toch wil gaan racen. Ja. Dat, tenminste, zo lees ik hem dan. Hey, dat is een goeie. Ja. Zo kun je hem ook zien natuurlijk. Liv, is er nog wel meer binnengekomen? Ja, Sander vraagt zich af hoe jullie denken dat de baantemperatuur vandaag een rol gaat spelen op de strategie. Remy, wat denk jij? Nou, het zou kunnen. Hè. Voor mij wordt het weer 5, 6, 27 graden. Ferrari, daar weten we van, dat is een bandenvreter. Dus dat wordt interessant hoe die slijtage zal zijn. Ik denk dat Red Bull, Aston Martin, die hebben dat wel redelijk aardig voor elkaar. En nou ja, wat we net al zeiden, Ferrari heeft een setje soft uitgespaard. Tactisch gezien kan er echt nog wel wat gebeuren. Ja. Daar moet het ook van komen, denk ik. Ja, dat bandendegradatie, dat hebben zij toch wel meegenomen van de afgelopen seizoenen. Hè? Ja. Ook, het was allemaal hit, ouwe. Ja. Best wel veel geweest, zeg maar, in de Middle East voor het coaching. Alleen, kijk, uiteindelijk is het wel, de race van Formule 1 is wel in het donker. Ja. Dus het wel een beetje aan het einde van de dag. Dus dan wordt het wel weer richting de koelere kant. Ja. Maar goed, de ene keer is het wel weer warmer dan de andere. Dus je merkt het gewoon. Als het natuurlijk heel heet is, dan slijt de band natuurlijk ook alles wat veel heter. En je begint gewoon veel meer te glijden. De temperaturen, de luchtdruk, alles gaat hoger. Ja. Dus ja, dat heeft zeker een rol hoe je met de banden omgaat. Is dat de meest ideale conditie, dat de baan gewoon in de avond, dat je hem vrijt, dat de temperatuur gewoon wat koeler is dan als je hem overdag daar zou rijden? Het helpt denk ik wel iets. Natuurlijk, temperatuur die we gaan naar beneden. Dus uiteindelijk gaat het daar wel in de goede kant in, zeg maar. Ik vind 's morgens ook altijd wel lekker. Als het echt een beetje goed koud is, weet je, lopen de motoren extra goed. Dus daar vind ik ook super. En ja, 's avonds is het ook gewoon goed te doen, zeg maar. Alleen 's middags overdag is daar echt vaak het heerste punt van de dag. Ja. Ja, dan is het, dan merk je het ook wel, zeg maar. Ja, precies. Niet alleen de auto's, ook de rijders, hoor. Ja, ik kan me goed voorstellen inderdaad. Ja, cool elementen allemaal op je lichaam en zo, maar gewoon rustig te houden. Nou, om te laten zien waar de actie allemaal vanmiddag gaat plaatsvinden, zit Joey Frons niet in Bahrein, maar wel in de simulator hier in de studio. Inderdaad, in de zandbak van Bahrein. Het circuit van 5,4 kilometer lang, telt 15 bochten. En 3 DRS-zones, dus dat zorgt ook wel voor meer inhaalmogelijkheden. Zeker ook nu het veld hartstikke dicht bij elkaar zit. En veel inhaalmogelijkheden, belooft een spannende race te worden. Dit was de eerste bocht, daar had Lance Stroll inderdaad met de vrije trainingen was veel aan het klagen over het sturen. Die moest helemaal zijn stuur overpakken omdat hij de draai niet kon maken. De kwalificatie zag er al wel beter uit. Ook dit circuit staat bekend om hoge slijtage. Volgens mij vorig jaar in de race zagen we ook meer pitstops dan normaal. Dus, sommige 3, soms zelfs 4 pitstops maken. Nou, een beetje wijd in de baan. Dus inderdaad, qua bandenstrategieën en temperaturen die oplopen, wordt het spannend om te zien wat verschillende teams gaan doen qua strategieën. Dit is een van de lastigste bochten van het circuit. Je bent en aan het sturen en het remmen tegelijk. Dus makkelijk om je linker voorwiel te blokkeren. Hier komen we aan bij de derde DRS-zone. Het is een vrij korte DRS-zone, dus veel inhaalacties zullen we hier niet zien. Maar je kan wel net even de aansluiting pakken bij je voorganger. Dit is een hoge snelheidscombinatie, 6e-7e versnelling. Dus dat zal veel van de banden vragen. Hier is het belangrijk om op te letten voor tracklimits. Moest Lance Stroll ook in de eerste kwalificaties zijn tijd inleveren. Dus kwam bijna niet door naar Q2. We zitten alweer in de laatste bocht. Het is niet een heel lang circuit. 1 minuut 30 wordt er over gereden. Ik zal nog één ronde even pushen. Even kijken of we nog een beetje rondtijd eruit kunnen trappen. Rechterstuk, 1,1 kilometer lang en DRS. Dus de meeste inhalacties zullen we hier gaan zien. A-remmen bocht 1, ongeveer 120, hard in de remmen. Eerste bocht een klein beetje opofferen, dat je hem krap kan houden.
dat je deze sweeper naar links vol gas kan houden. Tweede DRS-zone. Zitten krap achter elkaar. Dan... Oh, een beetje laat gerend. Dit is ook een bocht waar opgelet moet worden voor track limits. Er werd ook de rondetijd van Alexander Albon, volgens mij, werd afgenomen. Die curvezone zagen we ook veel wiebels. Dat ze erop kwamen dat er onbalans werd gebracht in de auto. Dan komen we aan bij de lastigste bocht. Deze is lastig omdat je bent aan het sturen en het loopt naar beneden. En je moet remmen. Dus dit is wel een van de lastigste bochten van de kalender. Dan in de race zul je veel auto's hier zien shortshiften. Om wielspin te voorkomen bij de achterbanden. Om een beetje de achterbanden te sparen. Dat ze misschien een pitstopje uit kunnen sparen. Hoge snelheidsbochten. Bocht naar links. Opschakelen. Zesde. Misschien zevende versnelling. Laat remmen. Opletten voor track limits. Op de limit. Zit trouwens ook in de Aston Martin van Fernando Alonso. Dat is misschien wel een leuke touch om bij te nemen. Zitten we bij de laatste bocht. Vroeg op het gas. Exit is belangrijk. Dan komt een lang rechtstuk van 1,1 kilometer komt erachteraan. DRS open. En dat is een ronde open Bahrein. Ik vind het wel mooi dat hij dan nu wel de Aston Martin pakt. Dat zou hij eerder eigenlijk niet zo snel doen. Nou ja, wat wel opvalt is dat die Aston Martin... Ik heb hier een grafiekje voor me. Dat die in de bochten vooral heel erg sterk zijn daar. Dat is wel, ja, wel mooi om te zien dat de Red Bull, Ferrari... en dat er dan nu nog een extra team bij komt. Onverwachte die dat ook nog even overneemt. Jij zei trouwens voor de uitzending... dat Bahrein, hoe lang staat hij op het kalender? Volgend jaar, 20 jaar, zeg ik even zo uit mijn hoofd, vanaf 2004. Maar er zit er geen enkele bochtnaam in. Nee, ja, normaal doe ik het tijdens simronde inderdaad van... deze bocht of die Arie-Laan-Dijk. Maar ze hebben geen bochtennamen, dus dat is lastig. Gewoon één bocht, 1 tot met 15. Ja, misschien moeten dan Joey Alders bochten... Ja, dat degene waar ik net wijd ging inderdaad. Precies. Laten we die erbij pakken. Je kunt er wel aantal zinnen. Je kan die bocht 4 voor mij de persbocht noemen. Die heeft in 2020 schoot hij eraf, maar won hij toch die race. Ja. Je kunt zo een aantal... Ik vind het de moeilijkste bocht van de hele Formule 1-kalender. Inderdaad, die krappe doordraaien. Ja. Want en het loopt naar beneden. Dus je hebt het gewicht van de auto dat doordrukt. Je bent en het sturen en je komt best met hoge snelheid kom je aan. Ja, dat verdient best wel een naam, denk ik. Ja. Ja. En toen Perez was natuurlijk met die korte variant. Juist, en natuurlijk na een bocht. Dat is een mooie baan, hoor. Ja. Dat was echt gaaf. Ja. Nou, om nog wat dieper in de Formule 1-data te gaan... bellen we op dit moment live met Blake Hinsey. Hij is al 10 jaar lang performance engineer geweest... bij onder andere Red Bull Racing... en heeft heel nauw samengewerkt met Sergio Perez en Max Verstappen. Blake, good morning and welcome back to our channel. Good morning. How are you guys doing today? We're doing perfect. How about you? Fantastic. The coffee's great, and I'm ready for the first race of 2023. So, as a former performance engineer in the Formula One, what is your impression of the new cars? Well, at one hand, they look very similar to last year. A couple of teams are going down more radical concepts, really exciting-looking cars. Mercedes is stuck with their also quite radical concept, but the cars are just getting faster. The teams have developed out of the issues of porpoising. The rules have helped that a little bit. Now that the teams have a lot of a more understanding of this platform, we're going to see the pace getting faster and faster throughout this whole season. We're already 6/10 faster than pole last year. So, wow. That's great. So you are specialized in numbers and data. So what team stood the most out for you from the qualification? Realistically, I know everybody wants to say Aston Martin, but we kind of thought they were there. I honestly wasn't expecting to see Ferrari that up there. Like, I knew they were hiding something the whole time, and not like in a sandbagging way, but they were just chipping away at it. So Ferrari second row was probably the most interesting thing for me. And I think you guys have probably a couple questions about Aston as well. Yeah, that's a surprise. Yeah, definitely. So is the Alonso hype, is it real? Do we get Alonso in the front row this season? I think so. I really think so. The only big question for me is, can Aston Martin develop? Have they spent too much money early on in the season? Because look back to last year. Throughout the whole season, they were 1.5 to 3% off. Around Bahrain, that's 1.5 to 3 seconds off throughout the whole season. So now that they're within half a percent of pole, that's an amazing step over the winter. And the only question is, can they keep developing it? And I think it's possible.
So Remy told here in the studio that even with two broken wrists, you can drive this Aston Martin. Is it that good? So it looks like a great car. Looking through the telemetry, it's got good braking stability, good low speed grip, great traction. And the only thing it's lacking a little bit of is high-speed performance. It's not really close to the Red Bull or Ferrari in the high-speed corners, but it's got something else which is pretty impressive over the Ferrari, which is it seems to be able to manage tires quite well, especially in Fernando's hands. So they got a Mercedes engine. The team of Mercedes got an entire different concept than the other cars. Last year, we noticed some progress from Mercedes. Is that we're going to see this year as well, that we're going to see some progress with Mercedes? I feel like the language coming out of that team suggests that they're not too sold on that concept anymore. They've spent a year and a half or so, maybe even more, developing this concept, and it's still not paid off. And the fact that their customer team, Aston Martin, can come in and effectively out-qualify them, you've got to be scratching your head and questioning, have we made the right decision or have we been stubborn trying to find performance in this radical concept? Maybe they won't find it. It's really hard to say, but it does not look good. And they've looked like they've been a little bit on the back foot. So you think we're going to see a Mercedes with some actual side pods this year? Yeah, maybe the black Red Bull will show up this season at some wow. point. They got a Red Bull Zero can, so maybe it's possible. Yeah. So what is your prediction for this year? Is it going to be an easy win for Max, or is it going to be a tight fight? It's really hard to say right now, but looking at last season, he started off on a very bad place, but we go back 12 months, double DNF in Bahrain, Max thinking, I don't want to think about the championship, I just want to finish a race. To the end of the season, dominating quite well with Ferrari dropping the ball. I think we've got another Max World Drivers' Championship and Red Bull Constructors this season. Will it be easy? I'm not sure. I think Ferrari are going to be the team to challenge them, but let's not discount Aston Martin from taking a lot of points off of them if either of them put a foot wrong. So you worked a long time with Verstappen and Perez. What do you remember the most about both drivers from spending your time working with them? Both of them were just super chilled out guys. They keep to themselves. None of them have a big social media presence. Perez is such a relaxed dude. I remember after his big crash with Massa, it's in Canada. Yeah, 2014. I don't remember dates. He comes, well, he comes you should. You're good in numbers and dates, so you should. I don't remember anything that I can look up quickly. Okay, that's my fair thing. Enough. Yeah, I think Albert Einstein said that, but he was actually clever. Oh wow! But he comes back from the medical center and he's just like, "Oh, by the way, you got a penalty for that collision with Massa," and he's like, "Ah, all right, I'll see you guys next week." And at the same time, he was super focused. But then working with Max was really interesting because he made my job quite easy because he was just insanely fast all the time. And when there was something wrong, we could usually identify what it was very clearly and understand if it was something we could fix in the short term or if it's something we just needed to temper expectations and work through it. Well, so do you got a bold prediction for the race for today? Honestly, I think looking at Aston's degradation in pace, if Red Bull or Ferrari have a single misstep, you could see Alonso on one of the top two steps of the podium. Oh, that would be great. I don't think that's too bold. I think everybody's sitting here thinking, like, can we see the Dark Lord on the top step of the podium or not? Oh, yeah, he's definitely the Dark Lord. So you heard him saying during the Drive to Survive season that he's on the dark side. So hopefully we see him up this year. So, Blake, I want to thank you for your time live from the UK. It was great to talk to you, and good luck. Thank you so much. You guys have a great day, and I can't wait for this race. Oh, great. So je kan Blake volgen op zijn YouTube-kanaal Break F1, drie keer een R, en dan kun je hem vinden. En die gast is echt zo goed met data en nummers. En hij legt het ook gewoon zo goed uit, een soort van, je hebt Janneke taal, wil ik niet zeggen, maar hij maakt het toegankelijk voor iedereen. Dus dat is mooi om te zien. Ja, hij zegt wel dat het misschien mogelijk is dat er wat punten worden afgesnoept als een Ferrari of zo. Een beetje wat Mercedes afgelopen jaar deed. Hè? Al mocht Ferrari en Red Bull het een beetje laten liggen, dat Aston Martin een beetje die rol gaat pakken. Gaan we dan ook, dat is misschien een beetje een stomme vraag, maar gaan we dan Stroll ook een beetje wat hoger zien? Misschien wel een podiumpje pakken?
Ah, dat denk ik wel, dat is nu al toch, dat we hem wat horen zien, zeg maar, in de eerste kwalificatie. Dus ik denk als hij in zijn goede vel zit en in een goed moment, dan kunnen we denk ik wel op een bepaald moment mooie dingen van hem verwachten. Ja, het is wel een coureur die al gaat al een tijdje mee natuurlijk en nog niet echt heel iets laten zien. Komt dat dan nu omdat hij echt die goede auto heeft, omdat hij ook zoveel progressie heeft gemaakt in de Formule 1? Ik denk een beetje een combinatie van beide. En we moeten natuurlijk niet vergeten, hij heeft niet de testdagen gereden. Hè? Dus vrijdag is het eerste moment dat hij in die nieuwe auto heeft gezeten. We moeten hem ook wel tijd geven om eventjes op niveau te komen. Maar ik denk, als die Aston Martin goed is, dan kan hij daar natuurlijk ook gewoon een goed resultaat mee halen. Ik denk niet dat hij sneller is dan Alonso, maar hij kan er natuurlijk ook wel gewoon wat goeds mee doen. Ja, ik zei vroeg aan Blake, soort van bold prediction. Misschien wel voor dit seizoen. Gaan we nog iets geks zien, denk jij, Joey, dit seizoen? Nou ja, het kan van alles gebeuren. Het veld zit zo dicht bij elkaar. Dus als je weer een gekke race krijgt met regen of weet ik het allemaal, of veel safety cars en een ander team zit er net bovenop, dat ze de snelle pits op kunnen maken. Ja, dat, het zit zo dicht bij elkaar. Er kan van alles gebeuren dit seizoen. Dus ik kijk er ook zeker naar uit. Ja, er zijn ook wat jongens die van teams hebben gewisseld. We hadden het net over Piastri gehad, maar natuurlijk ook Gasly naar Alpine. Ik denk dat hij niet heel blij is met zijn keuze, laat ik heel eerlijk zijn. Maar die Alfa Tauri zag er ook niet heel erg goed uit. En hoe kan het dat die Alpine nog zo heftig aan het stuiteren is op dit circuit? Komt het echt door de baan zelf of hebben zij toch nog best wel last van porpoising, denk je? Paul, ik denk als zij het hebben en andere teams niet, dan ging ik ook wel een groot deel bij de auto, zeg maar. Ja. Ja, hele goede vraag. Ik ben natuurlijk niet zo diep in dat in technische kant hoe zij het zeg maar dat doen. Maar ik denk wat ze op dit moment aan het doen zijn, dat nog niet de popussing weghaalt, zeg maar. Nee, precies. Ja, ze moeten dat echt nog wel een beetje gaan doen. Het vind ik jammer, want zij waren echt aan het knokken om plekje 4 afgelopen seizoen. Ja. Nu misschien ergens laatste. Het is zonde, want zij inderdaad, wat je zegt, aan het einde van vorig jaar waren zij vaak best of the rest. En je ziet dat ze nu gewoon zijn teruggevallen. Maar het kan natuurlijk ook liggen aan de windtunnel percentages. Hè. Ik bedoel, je ziet dat die topteams wat hebben ingeleefd ten opzichte van die teams eronder. Ja, dat kan natuurlijk dat hefboom effect zijn. Hè, dat de kleinere teams profiteren van die windtunneltijd. Maar ik vind het wel belachelijk dat je gewoon als 20ste kwalificeert. Dat is heel slecht. Er had wel even iets meer erin kunnen zitten, toch? Ja. Bedoel, ik snap dat Ocon wel wat langer met die auto rijdt, maar 20ste... Dat is niet best. Nee. Dat is niet heel best, nee. Nico Hulkenberg trouwens. Goed. Echt vet, heel toch? Goed. Ja. Heel waanzinnig. Ja. Was geweldig om te zien. Ja. Maar natuurlijk voor de tijden over was een beetje gek met Magnussen, zeg maar. Hoe die... Dan gaf je aan dat hij geen connectie met geen vertrouwen. Ja, klopt. Eigenlijk wel compleet de opposite. Hè? Ja. Wat Schumacher had, blijkt dat hij dat nu zeg maar nu heeft. Maar goed, het is nog steeds maar één kwalificatie. Kan gewoon, weet je, als je Q1 al niet doorkomt, dan kom je natuurlijk al in een ander ritme. Als je wel Q1 doorkomt naar Q2. Ja. Want dan bouw je natuurlijk ook elke ronde weer je vertrouwen op. Je rijdt toch wel net wat meer met nieuwe banden. Ja, wat Hulkenberg natuurlijk neergezet heeft, dat is waanzinnig. Weet je? Dat, ik denk dat ik had het zelf niet verwacht. Ik had sowieso geen verwachting bij hem op dit moment, omdat hij best wel weer nieuw inkomt, weet je. Dus ja, uit geweest voor 2 jaar. Ja, wel echt flinke tijd. Precies. Ja, 3 jaar dedicated dat hij eruit is en af en toe wat ingevallen en zo. Ja. Hoe is dat dan als je zo lang niet meer in de auto hebt gereden, dat je dan... Ga je dan weer terug in die modus, laat maar zeggen, dat je denkt van oké, nu moet ik toch wel weer... Want ik snap Hij heeft niet stilgezeten, 100% niet. En ik denk ook wel, uiteindelijk heeft hij wel dat ritme nog in zich. Ja. Dat weet je zelf, als we allebei even een paar maanden niet rijden, je zit in de auto, je hebt heel snel weer... dat je lichaam wel weet wat je doet, zeg maar. Ja. En iets wat je aangeleerd hebt, dat krijg je niet zo heel makkelijk uit. Net fietsen, verleer je niet. Ja, precies. Oh, ja. Ja. Het kan natuurlijk heel positief zijn of negatief. Ligt eraan wat je aanleert, zeg maar. Dus, ja, precies. Maar in dat op zich, op de positieve, dat racen, dat blijft in je. Ja. Dan gaat het nog maar uit. Is dat ook een beetje de winst nu van Haas, dat zij nu zo lang al in de Formule 1 zitten, dat zij nu eindelijk een beetje wat meer mee kunnen gaan doen? Ja, maar ook vooral met hoofdsponsor Moneygram erbij. Hè. Kijk, nu gaan ze het budgetplafond gaan ze halen. Ja. Nou, dat betekent dat je die auto kan ontwikkelen. Je kan het team misschien wat uitbreiden. Die is blij, denk ik. Sorry? Gene is blij. Ja, Gene is blij. Absoluut. Ja, snap ik wel. Minder bonnetjes af te tikken, ja. Dus dat team dat zit gewoon in de lift. Geef het wat tijd. En we hebben nu 2 ervaren coureurs. 2 routiniers die weten hoe dat werkt. Nou, Hulkenberg enorm gedreven natuurlijk. En je ziet wat dat doet. Ja, dat is wel echt nu waar ze op focussen natuurlijk. Hè. Absoluut. Zo 2 wat oudere gasten in die auto zitten. Ze hebben een kleine
pitwall gemaakt, ja, maar ja, met drie stoeltjes. Ja. Hey, als het werkt. Ook wel genoeg. Ja, ja. Denk je, heb je ze, want heel veel teams hebben 5 of 6 stoeltjes of zo. Hebben ze dat allemaal nodig? Red Bull hebben zelfs 7. Maar ja, heel eerlijk, volgens mij kan het ook gewoon in de pitstraat allemaal. Ja. Dat hoeft allemaal niet zo overdreven en gekkigheid. Maar het, zoals je ziet, alles gaat meer naar de zo min mogelijk uitstoot. Dus min mogelijk meenemen. Ja. En ja, ze besparen €250.000 mee. Ja, om erbij. Dat vind ik... ja, dat is aardig wat geld. Ja, toch? Heerlijk, ja. Dat kun je wel voor ontwikkelen. Ja, precies. Ja. Ik vind dat wel grappig om te zien. Volgens mij was 1 stoeltje ook gewoon dedicated voor Gene. Maar die was er volgens mij van de 23 races, was die de 22 niet volgens mij. Dus dan dachten zij ook wel van, nou, stoeltje wel goed zo. En Stijn heeft ook al gezegd, ik doe het wel allemaal vanuit de pitstraat. Dus dat kan ook wel prima, inderdaad. Niek de Vries, ja, voordat het seizoen helemaal op gang kwam, kwam er toch een beetje opmerkelijk nieuws omtrent een rechtszaak wat er is tussen Niek en vastgoedmiljonair Schothorst. Wij kregen daar heel veel vragen over, ja, hoe dat nou precies allemaal zit. Ik heb geen idee, maar een man die de zaak op de voet heeft gevolgd is vriend van de show, Frans Verschuur. Ander opmerkelijk nieuws was het kort geding dat tegen Niek de Vries was aangespannen. Ja. Heb jij dat op de voet gevolgd? Ja, Interstrand, dat is de investeringsmaatschappij die destijds in 2018 geld heeft geleend aan Niek de Vries, heeft dat gedaan als een soort risico-investering. Jij gaat naar het casino en je zet €1000 op 16. De kans dat je wint is heel klein. Maar als je hem wint, zegt het casino ook niet van, hé, vriend, we betalen je even wat minder uit, want ja, het komt ons niet uit en dat is eigenlijk niet de bedoeling. En dus wat dat bedrijf van Schothorst heeft gedaan, die heeft dus geïnvesteerd in een investering waar zijn vader niet meer in ging. Zijn vader heeft in 2017 hem in die Formule 2 gezet. Ja, toen werd hij 7e. En eigenlijk toen zag niemand het zitten om hem nog in de Formule 2 te zijn. De vader van Niek, Hendrik Jan de Vries, heeft betaald om in dingen te rijden. Toen zat hij bij 2 teams, was allemaal rommelig. En hij, halverwege het seizoen ging hij van het ene naar het andere team. Hij werd 7e in het kampioenschap. Nou, op zo'n moment zijn er niet veel teambazen die zeggen van, hé, die de Vries die moet ik hebben, want dat is een goeie, die is 7e geworden. In 2018, toen dacht die vader van, ik ga niet meer nog een keer investeren. Dus dat ga ik niet doen. En die zocht een investeringsmaatschappij. Nou, die maken dus een deal met een risico erin. Van als jij ooit in de Formule 1 komt, en nu komen we bijna tot het punt, dan wil ik de helft hebben van je opbrengst. Iedereen tekent dat. Want ja, anders kan ik niet meer racen. Toen werd hij 4e, had alleen de pech dat er 3 hele goeie voor hem zaten. Lando, Russell en nog eentje, Albon. Ja, die werden opgepakt en hij was dan de eerste eigenlijk die niet opgepakt werd. Ja, maar hij was wel de beste voor 2019. Toen werd hij ook kampioen. Ja, waarom? Omdat hij de beste was. En hij had 3 jaar gereden. Nou, dat suddert door en nou komt het. En nou in 2022 haalt hij punten met Monza, met Williams. Dus in dat opzicht is dat voor hem ja, geweldig. Ai, denkt die investeringsmaatschappij, wij hebben geïnvesteerd in jou. Dus nu komt het. Jij bent nu Formule 1-coureur, dus wij krijgen, en daar zit een beetje ook de nuance van het hele rechtszaak. Hun zeggen alleen in 2023. Nee, volgens de investeringsmaatschappij Infrastand zeggen wij hebben jouw hele Formule 1-carrière. En daar zit een beetje de hele afwikkeling. Het is natuurlijk heel vervelend dit, dat het gebeurt. En dat de advocaat van de Vries komt constant met statements naar buiten, maar niet de advocaat van Schotters, zeg maar, van Infrastrand. Die wachten, die houden alles achter de hand. Vergeet niet dat deze investeringsmaatschappij ook Guido van der Garde destijds bij Sauber 20 miljoen terughaalde. Die hadden ook zo'n contract met Sauber, die zat toen met 2 rijders, Eriksen en van der Garde. En 1 van de 2 moest eruit. Ja, dan moet er betaald worden. En toen tot op Australië, voor de Formule 1, stonden de vrachtwagens buiten. Die hadden beslag gelegd op Sauber. En toen heeft daar destijds Sauber en Bernie Ecclestone, die hebben dat ter plekke afbetaald. Dus zo'n contract hadden ze. Dus deel 1, denk ik, of eigenlijk helemaal deel 1, vind ik, dat de Vries en dan vooral zijn vader had met die bedrijf om tafel moeten gaan zitten. Dit is natuurlijk heel slecht en voor Niek, die ik dit niet gun. En voor de hele autosport, van oh jongens, god, het gaat weer over geld, we gaan weer dingen doen. Maar ik begrijp wel dat die investeringsmaatschappij zegt, ja, wij hebben €1000 op rood gezet en dan wordt het rood en dan gaan jullie niet uitbetalen. Ja, dat vind ik. Dat is natuurlijk niet helemaal het verhaal. Was niet een van de discussiepunten ook dat als de Vries niet voor 2023 een Formule 1 contract zou hebben, dat die leerlingen zou vervallen helemaal? Contract of coureur?
Een contract, dacht ja, ik. Een contract of coureur. Ja, en nou zit het verhaal er dus, en daar zit dus de hele issue van de rechtszitting. Dat ze zeggen, ja, je bent coureur. En ja. Als je een coureur is, dan heb je een contract. Dus daar hij heeft punten gehaald, hij was Formule 1. En hij heeft dus in als 2022 had hij misschien ook al het contract getekend met AlphaTauri. Dat weten wij dus niet. Aan de andere kant denk ik van, vind ik het jammer dat dit gebeurt natuurlijk. Want voor Nick is het natuurlijk, je moet je alleen maar concentreren op racen. En dan heb je deze trammeland. Hij heeft nu een andere manager. Vergeet niet, als die manager dadelijk een contract binnenhaalt van 1 miljoen. En die krijgt dan een 20 bij 40 voor een reclame op de auto. En dan op een gegeven moment blijkt toch dat de helft van die reclame moet eraf. Want die moet betaald worden aan Schotters, zeg maar. Dus dan wordt dit ding niet van 20 bij 20. Ja, maar zegt die sponsor, ja, maar ik heb voor dit voor 1 miljoen betaald. En nou krijg ik er zo eentje op. Dus hoe gaan we dat oplossen? Dus voor die manager die nu heeft, die hetzelfde is als Gasly was. Gasly, ja. Die zegt dan ook van, wat gaan we hier doen? Dus alles bij elkaar had gewoon papa de Vries, die dat contract afgesloten heeft met Infrastrand, die had daar moeten gaan zitten. En ik zei, hoe komen we hieruit? En dan weet ik, want Schorters ken ik persoonlijk, die heeft bij mij gereced. Heb ik nooit een probleem mee gehad. Hij heeft voor mij nog eens rechtszaak bij Renault gewonnen. Dus in dat opzicht denk ik, Schotters heeft altijd gezegd, en de investeringsmaatschappij, wij gaan naar een bodemprocedure. Dus dat kort geding is een uitspraak die oppervlakkig gaat. Maar ga je dieper in de materie, is best wel moeilijk voor zo'n advocaat of voor zo'n rechter, dan moet je dus naar een bodemprocedure. Wat ze nu gaan doen. Dus dat blijft sudderen. Is niet goed, joh, vind ik niet een goed verhaal. Denk je dat het invloed heeft op zijn voorbereiding? Ja, dan kun je zeggen van niet, maar ergens wel. Ergens wel, weet je wel. Ja, dan denk je, ja, dat is een manager die dan een beetje ongeduldig is en niet helemaal blij is met de hele situatie. Ik had het anders opgelost. En ik weet dat als we gaan praten met Schothorst, dat heeft hij mij gezegd, waar is het naar uitgekomen? Maar niet gelijk zo'n advocaat hakken in het zand en we zullen eens even kijken. En met vol trots, we hebben het kort geding genomen. Ja, daar komt nog iets achteraan, wat altijd vervelend is en geld kost. En zijn dat soort percentages normaal? Want je zei net al, hij zou 50% afstaan als het allemaal zo uitgepakt had. Ik vond het vrij fors, maar goed, ik zit niet in het wereldje op die manier. Is dat normaal dat je zo'n afspraken maakt? Als jij een sponsor onderbrengt bij een team, krijg je 20% van het sponsorgeld. Dit is het geval van, als hij dat niet had gehad, had hij niet gereced. Weet je wel, dat is toch een beetje, ja, dan had ik gezegd, je krijgt de eerste 2 jaar van mij al het Formule 1 geld wat ik verdien. Want ja, ik rijd, anders rijd ik niet meer. En dat is natuurlijk wel het verhaal geweest. Hij had niet gereden. En hij zat toen bij Prema en dat was best wel goed. En toen zagen ze van, hey, hij is de beste van de best of the best 5. Ja, en dat heeft wel gezorgd dat hij kampioen werd en bleef stijgen. Anders was hij misschien afgezakt naar endurance racen of dat soort dingen. Dus je moet ook een beetje zien van, weet je hoeveel van dit contract er afgesloten worden? Best wel veel. Dat mensen zeggen van, ik teken en dan alles moet ik terug hebben. Dus in dat opzicht maken heel veel teams en heel veel coureurs maken die af. Anders racen ze niet meer. En er zijn best ook sponsors die dat. Ik heb het zelf ook gedaan met een rijder. Want als ik kampioen word, dan krijg ik de helft van de prijsgeld. Weet je wel zo? Nou, dan zet je als team extra gas erop. Zo'n rijder die wil graag kampioen worden, want dan gaat hij verder. Nou, dat zijn dingen die gedaan worden. Ja, het is behoorlijk wat, 50%, Larry. Toch? Wat je moet afstaan dan. Heb je er dan heel veel vertrouwen in? Of denk je van, nee joh, dat... Persoonlijk vind ik die 50% vind ik best wel fors. Het is wel echt veel daarin, zeg maar. Kijk, uiteindelijk is het ook wel niet toen die tijd. Frans het net ook zei, heel mooi zei, zeg maar. Het was P7, daar ben je er toch niet meer helemaal gehyped als een P1, P2, P3 man, zeg maar. Je wilt toch je carrière door laten gaan. Ja, in die geval denk ik, Nick toen die tijd gedaan. Ik denk in die tijd had hij dat ook nodig, zeg maar. Ik denk dat heeft hem bovenop van waar hij, zeg maar, nu is. Ja. Maar goed, uiteindelijk is het natuurlijk nooit zo fijn als het met procedures gaat. En dat je, zeg maar, je komt er met de tafel met elkaar niet uit. Ik weet ook niet of je met zo'n geval, het is natuurlijk best wel heel groot. Het kan een heel grote impact op zijn carrière hebben. Ja. Of dat, zeg maar, aan de tafel opgelost kon worden. Nu, op dit moment blijkt dat niet. Dus ja, dan ga je natuurlijk via een rechtssysteem. Uiteindelijk als rijder focus je wel weer op het racen, zeg maar. Ja. Maar het blijft wel boven je zweven, zeg maar. Gaat hij daar echt last van hebben, denk je, Niek? Of is dat gewoon...
Nou, ik spreek natuurlijk voor mij kan een beetje ook uit ervaring. Ik heb precies in die richting ook niet helemaal dezelfde content, zeg maar ook in die situatie gezeten. Ook met de manager in die tijd 2016, dat het zeg maar niet liep. Nou, iemand leren kennen, contract ondertekend. En ja, dat was toen die tijd, zeg maar, waar moet ik tekenen? Ik wil gewoon rijden, weet je. Zo zat je als rijder in. Ja. Ik had geen manager ook toen die tijd. Dus ben links ondertekend. Ja, na een paar jaar later kom je erachter van, oh, wacht even, dit loopt nog. Ja, dan kom je ook in procedure zaken terecht. Het is nu allemaal afgewikkeld. Maar toch, dat speelt wel met je mee. Het is toch wel, zeker als je dat nooit eerder meegemaakt hebt, dat je denkt van, hey, poh, het is wel hard, hoe ga ik mee om? Je wordt dan down, zeg maar. Maar dan leer je er ook wel van om het weer los te laten, die dingen. Want uiteindelijk, als je in die raceauto zit, dan heb je één taak, dat is zo hard mogelijk rijden wat je kunt. Ja. En al het andere heeft dan helemaal geen invloed meer op. En aan de ene kant is het ook, kijk, heeft nu een advocaat. Ja, ik zou persoonlijk gewoon zoveel mogelijk met die advocaat laten doen. Wat nu toch gewoon een procedure is. Je kan niet met elkaar om de tafel, zeg maar, even kijken of je naar een oplossing zoekt. Ja. Dus ja, loslaten en focussen op het racen. En de advocaat moet zijn dingen doen. Natuurlijk van beide kanten. Hè. En ook natuurlijk aan de andere partij, ook heel makkelijk, Schotos. ja, zij hebben een investering ook gedaan. Hetzelfde als met casino, zeg maar. Ja, tuurlijk, ja. Ja, ze hebben ook wel recht op wat, ja, 100%. Ja. Want zij, ja, het kon ook niks worden, zeg maar. Ja, inderdaad, het is ook vanuit hun toch een gevaarlijke investering. Je kan 50% pakken of niet. En ja. 50% in de Formule 1 is toch wel, wat zou zo'n Nick verdienen in de Formule 1? Die salarissen, waar praat je dan over? 1,2 of zo, denk je? Echt, zoiets, voor zo'n team. Ja. Ja. En nee, die zelf natuurlijk ook wel centjes mee, denk ik. Ja, en wat moet je dan afstaan van die 50%? Ja. Wij weten het fijne niet van dat contract, maar is dat dan van het salaris wat je krijgt van het team? Of misschien merchandise of alle sponsoren die je nog hebt. Ik bedoel, daar komt er heel veel bij kijken in ieder geval. Dus. Het is jammer dat dit zo via de media wordt gespeeld. Hè? Ik bedoel, wat je terecht zegt, had het liever gewoon binnenskamers gehouden. Ja. Want ja, kijk, de Vries moet gewoon presteren dit weekend. En ik ga ervan uit dat hij hier niet mee bezig is nu. Maar weet je, het speelt misschien eigenlijk je achterhoofd wel mee. En je wil natuurlijk gewoon wat racen gefocust zijn. Dus ja, dat is wel jammer. Ja, inderdaad. Maar ik vind het ook een beetje krom dat ze dan zeggen, ja, we gunnen Nick natuurlijk dit en we feliciteren hem dat hij in de Formule 1 zit. Ik geloof en zo. Oprecht dat zij dat ook wel vinden. Maar ja, een contract is wel een contract. En ja. Ja, het zijn twee belangrijke. Je hebt twee kanten van het verhaal. Ja. En iedereen zit in één verhaal, zeg maar. En iedereen heeft zijn bijdrage daaraan. Ja. En ik snap wel dat in zeggen, ja, maar door ons ben je, zeg maar, nu gekomen waar je nu bent. Ja. Weet je, nou goed, dat was maar één moment. Weet je, precies. Je kunt natuurlijk heel over speculeren, maar. Ja. En als opkomende coureur, wat jij terecht zegt, ga je natuurlijk voor elke strohalm om in die racerij te blijven, te komen. Ja, dus ik snap ook wel heel erg goed de Friese kant, ja. Nou, laatste, nog is er van, hè, zeg je. Ja, nou, de laatste is in ieder geval, denk ik, nog niet over gesproken. Nee, ik denk dat we ook, zoals dit begonnen is, veel via de media voorbij zullen zien komen, helaas. Laten we het over wat andere zaken hebben. Liv, de chat gaat volgens mij in één stuk door. Ik zie allemaal gezellige mensen in de chat. Super tof. Ben je nog niet geabonneerd trouwens? Laat dat even. Doe dat even, hè. Ja. 5 seconden tijd. We zijn bijna bij die 90.000. En dan kunnen we richting die 100.000. Hoe vet zou dat zijn als we dat dit seizoen aantikken. Maar zijn er ook wat leuke vragen nog binnengekomen? Jazeker. Gert vraagt zich namelijk af wat jullie vinden van de Formule 1 kalender dit jaar. En of het niet te zwaar gaat zijn voor sommige rijders. En zo ja, welke rijders? Joey. 23 races? Ja, het zijn er wel een hoop inderdaad. Ja. Vorig seizoen hadden we ook al die discussie aardig lopen. Ja. Maar het zal ook zeker voor de monteurs en engineers, want het hele team gaat natuurlijk mee. Ja. Ik denk op zich voor de rijders zelf zal het niet zo zwaar zijn. Kijk, als je één race volhoudt, dan kan je de race erop hou je ook vol. Privéjetje, anders naartoe. Dat, kijk, heel zwaar zullen ze het ook niet hebben in al die privéjets en de motorhomes waar ze in verblijven. Ja. Dus veel medelijden hebben we niet. Maar het mag wel iets ingedemd worden, denk ik. Kijk, we een beetje terug naar 20 races op de kalender. Dan heb je een mooi kampioenschap. Ik snap niet waarom het steeds meer en meer en meer moet worden. Dat denk ik ook wel, inderdaad. Zoals die Blake die we net spraken, die hadden we ook afgelopen jaar een interview mee gehad. Omdat hij ging natuurlijk ook mee met het hele circus. Hij zegt, ja, wij staan gewoon in de parkeergarage gewoon ons om te kleden, hoor. Er zit helemaal geen glamour bij als monteur. Je bent gewoon continu bezig en presteren. En
Ja, ik vind het nog wel wat. Perez heeft ook gezegd, nou, als het meer wordt dan 25 races, dan, ja, dan gaat hij ook nadenken of hij... Je bent zo ver van huis. Je hebt je kinderen. Hij in dit geval heeft kinderen, vrouwen. Die wil je natuurlijk ook wel op een gegeven moment zien. Hij zit ook een beetje aan het einde van zijn carrière. Dus hij kan het natuurlijk wel wat sneller zeggen. Maar ja, jij zei toen je net binnenkwam was, dat je ook gewoon echt... nou, een soort van normaat heb gereisd overal. Hoe is dat voor jou? Want jij ging van circuit naar circuit. Ja, het was natuurlijk in mijn beginjaren was het. Ik heb nog een oude stationcar GTD uit 1998. Kon ik intanken. Ik denk bijna 900 kilometer mee. Maar ik moest niet boven de 150 gaan rijden, want dan begon alles te trillen. Dus ik stuur nog net in de handen. Ja. Maar veel, ik denk dat mijn top waren was over de 100.000 kilometer. En ja, dat, kijk, uiteindelijk dat reizen, dat, ik merk wel, dat is wel echt een tolding, zeg maar. Uiteindelijk, ja, weet je, al geweldig, gaat van circuit naar circuit, je ziet de hele wereld. Maar het reizen is wel killing. Als je veel in het vliegtuig zit, veel ook aan het wachten, zeg maar. Natuurlijk, als je privéjet is het allemaal wel op dat opzicht wel makkelijker. Maar ik denk ook wel dat ze ook wat we nodig hebben. Natuurlijk met de Formule 1 en alles wat er omheen zit. Natuurlijk dat reizen zo beperkt en zo fijn mogelijk te houden. Mm-hmm. Ik heb altijd nog heel veel respect voor de teams. Want vaak als je natuurlijk als rijder klaar bent, dan zijn die jongens nog aan het beuken om de boel weer klaar te maken en weer af te bouwen. Ja. En die zijn vaak ook al 3-4 dagen eerder op het circuit dan de rijder zelf, zeg maar. Dus ja, en dat op zich heel veel respect voor. En aan de ene kant ja, ook dat reizen. Ja, ik vind het ook wel weer mooi. Hoort er ook wel weer bij, zeg maar. Ja, aan de ene kant, ja, je let ook wel een beetje mee omgaan, zeg maar. Ja, ja, nou ja, we hebben nu één race minder. 24 was de bedoeling. China is afgevallen volgens mij vanwege COVID-dingen. Wel jammer voor Joe natuurlijk, want ik had wel graag een race in China gezien. Want dat betekent dat we dadelijk gewoon weer een lange pauze hebben, toch? We hebben nu 3 races en dan... Zit er een maandje ertussen? 3 weken, zoiets? Ja, ja. Dus, het is niet zoals we het van tevoren hebben gepland natuurlijk. Maar ja, je wist eigenlijk dat China al een onzeker geval was. En ja, ja goed, je kunt er wel op de planning houden in de hoop dat dat doorgaat. Maar ik vind dit heel verstandig om maar gewoon te schrappen en te kijken wanneer dat dan eventueel kan. Ja, 2 nieuwe Grand Prix toegevoegd. Qatar, niet nieuw, maar wel nieuw op de kalender vast. Volgens mij 10 jaar of zo willen ze weer erbij gaan doen. En Las Vegas. Ja, ik ben heel benieuwd wat we daarvan gaan krijgen. Wat verwacht jij? Het moet een soort nieuwe Monaco worden. Of het moet het nieuwe kroonjuweel in de Formule 1 kampioenschap worden. Exorbitante bedragen heb ik al voorbij zien komen. Het circuit zelf, ja goed, daar kunnen we niet zo heel veel over zeggen. Behalve dan de layout. Dat ziet er niet heel spectaculair uit. Maar dat kan natuurlijk ook nog wel wat worden. Ja. Kijk bijvoorbeeld naar Baku. Hè. Dat zag er ook initieel niet heel spectaculair uit. De eerste race was dat ook niet. Maar uiteindelijk is dat ook wel wat geworden. Dus we moeten het ook een kans geven, Las Vegas. Maar met die kalender, want daar begon je net over, dat steeds meer wordt. Ja, dat is natuurlijk gewoon wel. Liberty Media wil uiteindelijk wel die investering natuurlijk terug hebben. Dus dan zoveel mogelijk erbij gooien. Ik snap het wel. Ja. Het is niet in het belang van alle coureurs en de teams. Maar ja, geld speelt natuurlijk een hele grote rol. Ja, ja, 3 races in Amerika hebben we nu. Austin, Miami en Vegas krijgen we dan. Wel leuk voor Logan Sargeant. Nou, precies. Dat is denk ik ook wel een grote reden waarom die bij Williams zit natuurlijk. Jij had net op Bahrein gereden. Een baan waar de bochten 1, 2 en 3 heten, laat maar zeggen. Ja. Dat krijgen we wel wat meer. Hè? Wat minder historie in die banen. Vind je dat niet jammer? Ja, kijk, allebei valt wat van te zeggen. Maar... Maar kijk, nieuwe squeeze is ook een leuke aanwinst. Ja. Als je elk jaar dezelfde kalender, dezelfde circus afspeelt, ja, dan kan misschien ook vervelen. Dus wat afwisseling in squeeze is ook zeker geen slecht idee. Ja, een soort van roulatiesysteem. Er werd ook heel veel over gesproken. Hè? Om Zandvoort niet heel erg veel geld. Als je het vergelijkt met Saudi-Arabië of een Qatar of whatsoever, waar het gewoon makkelijk kan. Larry, denk jij dat het een goed idee is om zo'n roulatiesysteem in het leven te brengen? Maar als je daarvoor wil rouleren met Zandvoort, dan nee, zeg maar. Ja, elk jaar natuurlijk feestje. Ja, precies. Ja, precies. Elk jaar een feestje. Ja. En natuurlijk ook onze thuis Grand Prix. Dus ja. Ik weet niet of dat helemaal... En ik denk als je zou met een ander bijvoorbeeld Boedapest zou rouleren... Ja, dan vinden mensen Boedapest uit hetzelfde. Van, ja, laten mij ook daar terugkomen. Dus nou, ik zie dat zelf zou ik het niet doen. Ik zie het niet als oplossing, zeg maar. Ja, ja. Nou, misschien als we dan op die manier dan toch de historie kunnen behouden... van wat banen hier in Europa, dan zou ik er nog wel voor tekenen. Maar een feestje elk jaar op Zandvoort. Maar ja, kijk, je moet wel naar een optie kijken. Want er zijn gewoon veel meer landen die mee willen doen dan plekken op de kalender is. Dus je moet wel naar opties gaan kijken. En dan is een roulatiesysteem misschien niet het leukste. Maar ja, je moet ergens naar zoeken natuurlijk. Ja. Ja, het is inderdaad een goede lift. Ik zie dat de chat nog helemaal doorgaat. Heb je nog een leuke vraag?
Ja, Stijn die vraagt zich namelijk af of wij duidelijk uit kunnen geven over het commentaar van Olaf Mol en hoe we die in Nederland kunnen ontvangen. Ja, daar is natuurlijk ook een heleboel in gebeurd. De andere partij die heeft natuurlijk de radiorechten gekocht. Die hebben het volgens mij aan het AD gegeven of geleased of verhuurd of iets dergelijks. Je kan nu op het ad.nl kun je in ieder geval meeluisteren. Klopt. Wat betekent dat het commentaar van Olaf Mol niet meer te horen is in Nederland. Althans, met de geluiden erbij en dergelijke. Als je nu de app wil opstarten, volgens mij staat er ook uitsluitend in België bij. Ja, het is wel een groot gemis, toch? Ja, ik denk dat er een hele grote groep mensen is die nog steeds naar Olaf Mol trouw luistert. Ja. Dus voor die mensen is het wel pijnlijk. Maar wat je zegt, ja, als je in België woont, dan kun je gewoon naar Olaf Mol luisteren. Ja. Dat is niet zo'n heel probleem. Volgens mij ook wel een beetje een technische omweg. Er zijn manieren om het te luisteren. Hoef ik niet uit te leggen, weten mensen denk ik nog eens goed. Volgens mij ook niet. Nee, ik zou het ook niet weten eigenlijk hoe dat is. Maar ja, dat is wel zo. Heel veel mensen die Olaf Mol en Jack Boy volgen, dat zijn de oude garde. Ja. Laten we het zo zeggen. Het is een trouwe groep. Ja, trouwe groep. En die moeten dan weer via een soort van technische omweg dan wel kunnen luisteren. Ja, op een gegeven moment denk ik ook van, ja, dat is niet heel chill. Ja, en hij zei heel erg van, de mond wordt gesnoerd eigenlijk. Heb je dat gevoel ook, dat het zo is? Kijk, het is gewoon een hele slimme set van Viaplay. Ja. En ik denk dat zij plat gezegd, dat gezeik eromheen, Olaf Mol tegen die commentatoren die er nu zitten. Ze zijn dat strijdje denk ik gewoon zat. Ja. En dit is wel een manier om iemand mond dood te maken. Het is misschien te gechargeerd, maar... Ja. 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 Ik ben ook wel... uiteindelijk merk je wel... Weet je, ja... ik snap wel via zijn playkant daar, zeg maar, in. Dat zijn natuurlijk proberen om... Ja, eigenlijk als je in Nederland hebt, dat je natuurlijk met... nu, zeg maar... Je hebt de sport gekocht, dus draag het uit. Ja. 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 Ja, dat snap ik heel goed. Niet, ja. Je hebt heel veel geld daarvoor neergelegd om die rechten te mogen uitzenden. En dan gaan andere partijen ook nog profileren dat het ook allemaal daar een beetje gezien is. Ik snap Olaf Mol ook. Die heeft natuurlijk alle jaren zo dat geleefd. Weet je? Die stond erop en ging mee naar bed. En ik denk nog steeds. En hij was natuurlijk wel de stem van de Formule 1 in heel Nederland. En het is, het is ook wel vernieuwen van de tijd. En ja, weet je, veranderingen hebben we natuurlijk tegenwoordig heel veel. Ja. Het is toch altijd wel een beetje wennen. Maar het is natuurlijk nooit leuk als... je merkt wel een beetje dat het steeds stiller wordt, zeg maar. Ja, niet de nadelen van die nieuwe boys, hoor. Die nu doen, zeker niet. Maar ik vind het gewoon op de manier hoe het allemaal gaat... misschien wat te hard. Het had wat geleidelijk mogen gaan, voor mij. Kijk, dit had niet zo gehoeven. En wat Olaf Mol ook terecht zei, je zit niet in elkaars vaarwater. Kijk, hij verzorgt het geluid. En het beeld kan je nog steeds bij Viaplay ophalen. Dus die snap ik dan ook wel weer. Als er een groep mensen is die luistert graag naar Olaf Mol... ja, prima toch, laat die mensen lekker luisteren naar Olaf Mol. Ja. En die gaan nu alle alternatieven zinnen om het alsnog via België te halen. Dus wat wil je daar effectief mee, weet je? Dus, voor beide kanten valt wat te zeggen. Ja, nee, zeker. Ja. Ja, ik zie dat de chat echt helemaal losgaat op dit moment, of niet? Er zijn heel veel verschillende meningen. Heel veel vinden dat Viaplay het wel kan maken. Heel veel ook weer niet. En ja, we merken gewoon dat het van beide kanten, net zoals met die rechtszaak van Niek... iedereen heeft zo zijn eigen belangen, inderdaad. Nou goed, ik begrijp het wel dat deze zet is gedaan. Maar ik vind het jammer dat, dat hij niet meer te horen is in Nederland, wel in België. Wat ik dan wel weer fucking slim vind, dat ze dat dan weer hebben gedaan. Dat ze dachten, ja, laten we het gewoon via België doen. Precies, ja. Als je hem dan toch schaakmat zet, dan is het leuk als je ziet van... hebben we in ieder geval iets verzonnen. Dat is wel weer leuk, ja. Nou, vind ik geen gek idee, inderdaad. Deze week gingen wij trouwens langs bij het TT-circuit... om te praten met Rudy van Buren over onder andere zijn kijk op de RB19... en een nieuw Formule 1 seizoen. Rudy, welkom terug op ons kanaal. Tof dat je ons weer even wil ontmoeten hier op het TT-circuit in Assen. Zitten we weer op het podium samen. Ja, iets minder mooi weer dit keer, maar we zitten er wel. Het is lekker fris vandaag. Hoe gaat het met je? Goed. Druk. Vooral druk, maar dat is positief. En het is wel variabel. Simverkoop, weliswaar het Red Bull-werk, eigen racespul. Dus er loopt een hoop door elkaar heen, maar we zijn in ieder geval van de straat af. Ja, je hebt heel veel projecten langs elkaar heen lopen inderdaad, of door elkaar heen eigenlijk. Je bent natuurlijk ook F1 Simulator Test en Development Driver bij Red Bull Racing. Dat betekent denk ik dat je de afgelopen maanden druk bent geweest op de sim met de ontwikkeling van de RB19 aan bijgedragen hebt. Kun jij wat vertellen over hoe de afgelopen maanden eruit gezien hebben? Nou kijk, onderdeel van ja, maar laten we wat ik al vaker zeg, het is natuurlijk een puzzelstukje van. Dus dat betekent in de eerste maanden geregeld die kant op en dan zijn het gewoon development days. Kijk, de details die houden natuurlijk binnenkamers wat er gebeurt. Maar je kan natuurlijk wel raden dat het ontwikkeling is aan de auto voor dit jaar. Processen voor dit jaar, vooruitwerken voor andere circuits al die komen na Bahrein. Dat vult dan eigenlijk de dagen, laat ik het zo maar zeggen. Kun jij vertellen waar in die winterstop, dus echt de ontwikkelingsmaanden, waar voor jou dan de focus ligt?
Nou, kijk, als ik daar kom, weet ik van tevoren natuurlijk niet wat we gaan doen. Uiteindelijk zijn dat engineers die een runplan maken, net zoals dat ze tijdens de wintertest in Bahrein zouden doen of welke willekeurige test dan ook. Dus ja, het is autoontwikkeling, het kan een bandenmodel zijn voor de simulator, het kunnen simulatorontwikkelingen aan zich zijn. Dat is eigenlijk elke keer variabel en dat houdt het ook leuk. Wanneer heb jij voor het eerst, als je dat zo recht door zeker zeggen, virtueel kennis gemaakt met de RB19? Kennis gemaakt? Nou kijk, qua woorden hoor je natuurlijk al vrij vroeg over. Wanneer hebben we ermee gereden? Dat is natuurlijk in de loop van het afgelopen jaar. Maar daar zeg ik dan wel gelijk bij, dat is niet alleen bij ons zo, dat zou ook bij elk team zijn. Je hoort natuurlijk heel vaak de verhalen van halverwege het seizoen, nou deze gaat op slot en we gaan voor volgend jaar. En zeker nu er geen testdagen meer zijn en de sim belangrijker wordt, begint dat in een vrij vroeg stadium al dat daar dingetjes geprobeerd worden. Kijk, uiteindelijk, in de sim is het natuurlijk geen echte auto. Het is een physics model met allemaal waarden erin. Dus het is ook een tussen haakjes makkelijke manier om nieuwe dingen te proberen. Dus dat begint daar dan ook al vrij vroeg. En dat wil dan niet zeggen dat alle focus daarop ligt. Maar dan zijn er telkens al, bij wijze van spreken, onderdelen die geprobeerd worden van is dit de juiste richting in. En is dat dan nog voordat Max Verstappen en Sergio Perez zelf in die auto gaan zitten? Kijk, hun hebben altijd het definitieve woord aan het einde. Laten we dat natuurlijk gewoon heel erg voorop zetten. Maar je kan het soms wel zien dat je 10 testitems hebt, waarvan er misschien maar 2 echt goed zijn. Nou, dan is het in mijn positie of de anderegene die hetzelfde werk als ik daar doe. Nou, dan filter je dat al tot een niveau dat hun alleen maar kunnen testen wat daadwerkelijk echt plus is. Om ook gewoon tijdwinst op te leveren. De vorige keer vertelde jij dat jij in de wintermaanden een runplan krijgt op een bepaalde dag. Dat werk je af en dan geef je feedback aan het team. Was die feedback rondom de RB19, was dat direct positief of was dat ook, waren er veel verbeterpunten in jouw... Gros positief. Kijk, in het begin was het natuurlijk even een gevecht om het verlies van de vloer terug te krijgen. Kijk, iedereen weet de nieuwe regels, 1,5 centimeter omhoog. Nou, we kunnen ook allemaal raden wat dat doet qua downforce. Dus in het begin was het daarvoor al zoeken van hoe kunnen we dat... Hoe kun je dat terugwinnen op bepaalde manieren? Het is natuurlijk Formule 1. Ze zeggen allemaal, je maakt de auto slechter. Teams gaan aan het werken. Uiteindelijk is de auto alsnog even goed of iets beter. Of vul hem maar in. Dus in het begin was dat een zoektocht. Voor de rest waren er nog wat verbeterpunten. Gewicht was daar één van. Dus uiteindelijk was het grotendeels positief. Maar goed, dat blijkt nu ook wel in de wintertest. Dat het gewoon als platform een hele stabiele goede start is. Ja, Max vertelde onlangs bij Viaplay ook een aantal mooie woorden over jou. Hij zei dat jullie ook constant met elkaar in contact staan wel, omdat er van alles ontwikkeld moet worden. Hebben jullie veel heen en weer geappt over de RB9? Ja, best wel. En ik zeg natuurlijk net 98% gaat via de engineers, maar daar zit natuurlijk best wel een stukje overlap met Max dan bij wijze van spreken tussen. En dat komt vooral dan op punten dat je zegt, oké, dit kan ik als simcoureur niet weten. Of in mijn geval, ik heb nooit met echte auto gereden, dus er zijn detailvragen van de engineers waar ik geen antwoord op heb. Nou, er is er maar één manier die echt werkt, dat is hem vragen. Hoe kijk jij er tegenaan? Of op een bepaald moment echt mijn hand opsteken. Jongens, dit moet je aan Max vragen of aan Sergio. Want ik heb hier geen antwoord op met bepaalde detailgevoelens. Kijk, voelen wat de verandering doet is één ding. Maar iets ontwikkelen aan de auto, wat je in het echt gevoeld moet hebben, ja, daar heb ik geen definitief antwoord op. Dus daar is dan contact over. Dat zei hij voor mij ook al in dat interview waar je op doelt. Dus dat is super cool. Het is gaaf dat de lijntjes in dat opzicht zo kort zijn. Ja, het maakt ook een soort van trots dat je natuurlijk dat soort, in mijn positie, dat soort interviews ook langs ziet komen. Hij noemde jou ook extreem constant op de sim. Wat bedoelt hij daarmee? Hoe ben je extreem constant? Met wat? Kijk, op de sim is het heel vaak, je hebt weinig rondjes en veel testwerk. Dus het is altijd korte runs en je wil eigenlijk dat je er gelijk bovenop zit qua pace. Dus gewoon 1, 2, 3 ronden, bam, feedback, volgende verandering. Dus ik denk dat hij daarop doelt. Nou, dan gaan we zo naar de testdagen. Maar ander groot Red Bull nieuws uit de winter was natuurlijk de aankondiging dat vanaf 2026 de handen in één worden geslagen met Ford. Die Red Bull en Ford gaan de mooie ontwikkeling samen oppakken. Zijn daar in Milton Keynes in de fabriek al de eerste veranderingen van zichtbaar? Nee, niet behalve het geintje van wie krijgt er een Fiesta ST of dat soort dingen. Nee, helemaal nul. Dus er staan nog geen grote vorkborden in de tuin? Ik weet van niks. Wat zijn de grote voordelen voor beide partijen van die samenwerking? Ja, wat niet? Kijk, de markt in Amerika is mega. Ford was altijd een heel sportief merk. Dan is het natuurlijk de laatste jaren een beetje ingesuft. Wel, deze nou echt iets cools was een wereldkampioenschap rally. Maar behalve dat vind ik persoonlijk dat het een beetje een ondergesneeuwd imago heeft gekregen. En dat ze dan vanuit Amerika zeggen, dit gaan we doen op deze manier. Instappen bij, nou, ik heb dan misschien een bril op, maar een van de beste teams op de Formule 1 grid. Ja, ik vind het een gouden stap. We hebben ook weer veel nieuwe verschillende concepten gezien bij de teams. Ondanks dat de auto's eigenlijk grotendeels evoluties worden ze vaak genoemd van de auto's van afgelopen jaar. Welke nieuwe ideeën of innovaties bij alle teams zijn jou het meest opgevallen tijdens de testdagen? Ik vind de Aston Martin heel mooi om te zien.
Kleur vind ik er nog één ding, maar body shape technisch vind ik hem echt heel gaaf. Ferrari oogt in mijn ogen heel snel qua auto, gewoon bedoel ik een puur plaatje. Kleur, vorm, alles. En dan bij Mercedes vooral de achterkant. En ik dacht, wat is dit? Op de motorkap, die bulten die erop zitten. Maar goed, uiteindelijk de auto die wint is het mooiste. Dus ja, het is ook wat het is in dat opzicht. Ja, over Ferrari en Mercedes is allebei veel over gezegd en geschreven. In Italië zijn ze nog wat minder enthousiast over Ferrari. Hoe zagen zij er in jouw ogen uit tijdens de testdagen? Ik denk over één ronde best sterk. Race pace leek niet heel erg goed. Maar daar zet ik dan ook wel vraagtekens bij van, is dit verstoppertje? Kijk, vooral de eerste twee dagen hadden ze best wel wat degradatie op de raceruns. Op de hardere banden leek dat beter. Dus ik denk dat ze echt wel sterk gaan zijn. Waar aan de andere kant dat je bij Mercedes zag dat ze echt aan knokken waren met de auto. Dat leek dan de laatste middag oké. Maar dat was dan op de allerzachtste band. Dus ze waren echt serieus hun best aan het doen voor een rondetijd. Qua in ieder geval rijstijltechnisch. Je zag echt dat Hamilton, die had hem echt vast met twee handen. Van, we gaan er wat van maken. Of er dan nog te veel brandstof in zit, dat is even een losse discussie. Kunnen niet inschatten. Maar ik denk dat die het moeilijker hebben. Nou, Lewis Hamilton had wel duidelijk echt problemen met die achterkant. Ja, we zagen vrij veel overstuur. Klopt. Nick de Vries is natuurlijk de tweede Nederlander dit seizoen op de grid. Gaat ook zijn Formule 1 debuut maken bij het team van Alfa Tauri. Dat is het tussenteam van Red Bull Racing. Ken je hem ook persoonlijk zoals je Max persoonlijk kent? Niet zo goed als Max, maar we hebben vroeger tegen elkaar gekart. Ik was 2 jaar ouder, maar we hebben een aantal jaar reden tegen elkaar in de minis. Op een gegeven moment zijn de wegen toen gesplitst. 2018 bij McLaren kwam ik er weer tegen. En dan nu weer. Dus het is wel apart hoe zeg maar, carrière technisch iets kan verlopen. En dan uiteindelijk weer onder dezelfde paraplu eindigen na 20 jaar. Weliswaar, hij Formule 1-coureur, ik alleen maar sim. Laten we geen illusies hebben, maar het valt wel onder hetzelfde ding qua Red Bull. En dat is wel gaaf. Wat voor indruk heeft hij op jou gemaakt tijdens de testdagen? Stabiel, ervaring, tikt alle boxes af. Afwachten hoe goed de auto is, of het eruit kan komen. Ja, dat zeg je het inderdaad. Daarom zal zijn voornaamste doel waarschijnlijk zijn om Yuki Tsunoda zijn team aan, om die achter zich te houden. Denk jij dat dat gaat lukken in het eerste seizoen direct? Ik denk dat Yuki over één rondje af en toe dingetjes eruit haalt. Dat je denkt, zo, hallo. Maar op ervaring en racepace denk ik dat Nick absoluut aan het langste eind zal trekken. Zijn de teams zoals Alfa Tauri, die zagen qua de testdagen, qua performance, nog niet heel sterk uit? Niet altijd in ieder geval. Zijn er teams waarvan je denkt, ey, die konden wel eens een beetje in de problemen zitten? Nou, McLaren, wat ik net al zei, die lijken het echt zwaar te hebben. En voor de rest denk ik dat het middenveld heel erg baanafhankelijk gaat zijn. Lijken een aantal auto's die hebben iets minder downforce. Nou, op sommige schiet dat zeer, op sommige iets minder. Dus dan krijg je op die manier de variatie. Maar ik denk dat dingen die je natuurlijk overal op dit moment leest, van we hebben een kopgroep van 3, nou, sommige in de ideale wereld dan 4 teams plus de rest. Ik denk dat het gewoon 3 plus de rest wordt. En in de rest zal het vooral van de circuits afhangen. Ja, dan gaan we naar het eerste raceweekend van het jaar. Is dat eigenlijk weer voor de deur. We zeiden het net al even, dit wordt opgenomen op donderdag, uitgezonden op zondag. Dus wij hebben de vrijdag en zaterdag even gemist. Die werden ze in de studio al wel. Wat zijn je verwachtingen voor de race? Pol, winst, afvinken. Ja, dan hoef ik mijn tweede vraag wie de beste papier heeft voor de overwinning niet meer te stellen. Nee, maar we hebben natuurlijk allemaal een beetje een bril op. En als we dan zien dat de wintertest zo stabiel is, en dat zeg ik dan helemaal niet om met voorgeschiedenis uit één land, gewoon als F1-fan, als Max-fan, daar gaan we gewoon voor. Hoe belangrijk is het om dat eerste weekend direct te staan? Omdat je ook nog heel veel kan doorontwikkelen tijdens het seizoen. Ja, blijkbaar niet zo erg, want vorig jaar waren natuurlijk de eerste twee weekenden DNF en we weten hoe het geëindigd is. Maar ik denk wel, de punten die je kan pakken moet je gelijk nemen. Dus iedereen is gemotiveerd uit de grid. Maakt niet uit of ze voor de overwinning gaan of dat ze weten dat ze voor P3 kunnen gaan. Elk punt wat je bij kan tellen is er 1, dus pakken. En met het risico dat ze moeten lachen in de studio nu, hoe zien de eerste twee startrijen eruit? De eerste twee startrijen, blauw en rood. En een welke volgorde van naam? Max Leclerc, Sainz Perez. En als we dan toch aan het voorspellen zijn, als je nu uit de losse pols, met de kennis die je nu hebt, een top 3 moet geven bij het constructeurskampioenschap en het coureurskampioenschap aan het eind van het seizoen. Poh. Ja, alles wat ik nu ga zeggen, gaan mensen denken, je hebt voorkennis. Dat is een mooie. Maar ik hou hem gewoon lekker met de oranje bril. Ik ga er gewoon voor dat Max kampioen wordt. En dat Red Bull Racing een constructeurskampioen wordt. Sergio lijkt iets blijer met de auto te zijn. Weliswaar een beetje het gevoel dat hij begin vorig jaar had. Dus dan zou hij normaal gesproken iets sterker moeten zijn, zeg maar algemeen door het seizoen. Ja, dan is het toch Ferrari, wat gaan ze ervan maken? Krijgt Leclerc het vertrouwen nu Vasseur daar zit? Zijn oude leermeester uit de Formule 3, et cetera. Sainz denk ik dat hij nog steeds iets tekort komt ten opzichte van Leclerc. Wel stabiel punten pakt, maar ik hoop toch wel dat het gewoon een Red Bull feestje wordt in beide kampioenschappen. Dus dan heb je Red Bull, Ferrari, Mercedes. Ja. Verstappen, Perez, Leclerc.
Verstappen, Leclerc, Perez in het kampioenschap, ja. Ja, sorry, ik moest even nadenken. Voor de mensen thuis, het is hier vrij koud. Soms moet je even iets langzamer denken. Het is min 1 inderdaad, dus we gaan richting het einde. Tot slot, de laatste keer dat wij jou spraken, was het nog niet helemaal duidelijk hoe je eigen seizoen eruit zou gezien. Want je bent zelf ook coureur, uiteraard. Weet je daar al meer over inmiddels? Ja, het wordt volledig seizoen EK Autocross. Aantal gaststarts in Nederland, dus het wordt volledig offroad. Wat ik vorige keer al een beetje aangaf. Er hangen nog 2 gaststarts in de Porsche Benelux in de lucht. Moet mijn kant op vallen. Eentje is mijn kant op aan het vallen, de tweede is variabel. Dus eventueel ook hier in Assen. Degene die er nog bij komt. En dat is het dan. En dan is het ook druk zat met Red Bull erbij en alle coachingsactiviteiten en zo. Dus we gaan je ook gewoon weer op het circuit zien dit jaar? Ja, top. 100%. Nou, succes. Dankjewel. Dankjewel. Top. Ik heb het de partij moker koud. Volgens mij was het aardig koud daar op het circuit. Ja, ja, ik vind wel. Ja, precies. Liv, jij was dat toch? Was het koud? Het was ijskoud. Ja. Ik had me ook niet goed voorbereid. Ik had een veel te dunne jas aan. Ja. Ik zag ook tegen Rudy dikke jas mee. Dus hij was wel voorbereid, maar alsnog. God, ja, nou, leuk om te zien. Ik vind het een mooie gast. Ook dat hij zo dedicated bij Red Bull zo bezig is met die sim. Ja, dat hij dat allemaal mag doorspelen naar Max. En dat Max inderdaad veel lovende woorden over hem heeft gezegd. Van ja, dat hij wel weet wat hij doet. En hoe hij daar is gekomen. Ja, ja, ik vind het gewoon mooi. Hij heeft gewoon een mooi verhaal. Volgens mij verkocht hij vroeger keukens. Ja. En nu vertelt hij aan Max en Perez van... ja, zo moet je je auto een beetje instellen en dan ben je er wel. Ja. Toch? Ja, dat vind ik een mooi verhaal. Spendeer jij veel tijd in de sim? Ik zit er best wel veel op. Dit jaar weer meer dan vorig jaar. Vorig jaar was gewoon echt heel druk, zeg maar. Ja. Wat minder. Maar ik ken Rudy best wel goed, zeg maar. Oh, zeker in die tijd daarvoor is natuurlijk eigenlijk ook in de Porsche Cup gekomen. In de Supercup in Duitsland. En daarvoor ken ik hem weer van Vincent van der Valk, van mijn ingenieur, zeg maar. Ja. En ja, natuurlijk superleuk. Vraag helemaal dol. Weet je, leuke momenten ook samen meegemaakt. Ja, en ook iemand, weet je, ja, is gewoon bij nul begonnen. Weet je, vanuit de simmen, gewoon echt een simracen. En dan daar, zeg maar, die autosport in. En waar die nu zit, zeg maar, ja, chapeau, petje af, zeg maar. Dat komt echt, weet je, vanuit zijn wil en er doorheen gaan. En hij is gewoon hartstikke snel en hartstikke goed. En anders zou natuurlijk Red Bull hem niet aannemen. Nee. En, qua simmen dingen, hij is natuurlijk ook helemaal erg vaak de man erin. En natuurlijk ook Arie, zeg maar, ik ken hem van de R-factor wel het meest. Uh-huh. Ja, gewoon die technische kant, wat hij denkt, ideeën en de ervaring wat hij daar heeft. Ja, is bizar, zeg maar. Ja, veel mooi om te zien. Volgens mij is hij ook een beetje een gamer, toch? Hij heeft met het McLaren-programma meegedaan en dergelijke. Klopt, ja. Weet jij dat misschien dat hij dan toch geen spijt heeft dat hij dan uiteindelijk niet gaat rijden? Of vindt hij dit wel goed, laat maar zeggen, die sim? Ja, weet ik niet. Dat zijn vragen die hem zo moet vragen. Maar volgens mij, ik denk als Rudy iets doet, hij heeft er zeker geen spijt van. Hij gaat ervoor en ik denk het niet. Maar misschien wel een mooie vraag is aan hem. Volgende keer maar eens even vragen. Als het misschien wat minder koud is, laat ik het zo zeggen. Want het is inderdaad aardig koud. Het wordt steeds kouder volgens mij. Maar goed. Ja, sneeuw kwam toch? Niet? Was een beetje, Even ketting aan de banden leggen. Heb je 8-wielaandrijving op de auto? Nee. Oké. Okay. Nee, je rijdt geen Porsche in ieder geval. Dat is leuk. Oh, okay. Nee, dan moeten we vaker praten, denk ik. Hey, Liv, en maar ik kan ook met een ander merk, hè? Ja? Niet alleen Porsche zijn, toch? Ah, dat is ook zo. Oké. Okay. Okay. Liefst Porsche, hè? Heel belangrijk wat ik nu zeg. Ja, goed, ja. Ambassadeur, toch? Ambassadeur, ja, Porsche Nederland. Ja, en dan moet je af en toe een beetje een promopraatje doen of zo. Of hoe werkt dat? Ja, ik ding wat ik met een... Ik rijd een heel gave Porsche Taycan. Ja. Hockenheim editie, dus ja, het is elektrisch. Okay. Ik was natuurlijk eerst een beetje van, ja, elektrisch, weet je, moet brullen en geweldig, weet je, die emotie. Maar het is een oase van rust, rijdt geweldig, kan best een eind mee, dus helemaal top. Ja, en verder doe ik voor hun veel, je hebt natuurlijk vaak die experience dagen op het circuit, weet je. Dat ze op het circuit en dat je met je eigen auto op het circuit kan. Dan geef ik praatjes. Je hebt ook van die kids day, weet je, tussen de 14 en 17 jaar gaan kinderen in een Porsche auto rijden met dubbele bediening. Er zit iemand naast die ook nog vet. Zeg maar dubbele bediening heeft. Ja. En ik had daar mijn onderdeel van, hoe word je racecoureur? Ja. Ja, en dan hadden we een geweldige dag, zeg maar, gedaan. Dus, wat vet. Daar ben ik vaak. En verder daarnaast bij bijvoorbeeld Porsche Sprint Challenge Benelux en Porsche Carrera Cup Benelux. Ja, daar ben ik dan vaak nog wel een soort van ambassadeurs van. Ja. Ja, om natuurlijk ook mijn passie en mijn verhaal ook erin te delen, zeg maar. Ja, dan ben je dit jaar ook nog aardig druk mee dan. Ja, zeker. Ik ga zeker door. Dus, ja. Maar wat ik ga doen, dat komt wel.
Maar het gaat zeker achter een stuurtje zijn. Nou, mooi om te horen. De chat gaat gewoon lekker door, Liv, volgens mij. Of niet? Hebben we nog iets binnengekregen? Ja, ik kreeg een vraag van Jordi en hij vraagt zich af wat Nick kan vanaf P20. Ja. Ja, naar voren, denk ik. Ja, denk je. Ik ook wel naar achteren. Ja, of niet finishen, ja, zo kan het ook natuurlijk. Ja. Ja. Ik denk, die gaat wel naar voren. Die gaat er echt wel anders aan doen. Ik heb hem op P10 ingezet. Ja. Toch wel een puntje. Oké, okay, en op basis van zijn rijkunst of van de auto? Ook wel, het is ook wel een circuit waar je kan inhalen. Ook met 3 DRS-zones, dus het moet mogelijk zijn. Ja, nou, ik vind het een mooi bruggetje. Laten we een kleine voorspelling doen van wat we verwachten van de race van vanmiddag. Heb ik nog wel een vraag. Kunnen ze nou eigenlijk beter volgen? Vinden jullie dat ze nou beter kunnen volgen achter de auto's dan gelijk met vorig jaar? Of hebben we dat niet echt kunnen zien, zeg maar? Nou, jawel. Je merkt gewoon dat het veld gewoon veel dichter bij elkaar zit, inderdaad. En dat is het mooie ervan, van die reglementen, dat er nu echt effect heeft. Ja, maar ook als je erachter zit, natuurlijk met het dirty air, dat dan vooral, dat was wel echt voornamelijk de bedoeling, inderdaad. Ja, ja je ziet ook inderdaad qua secondes dat het echt minimaal is nu. Ja. Dus dat is ook wel mooi. Dus één foutje, dan is het weg. Maar volgens mij, jullie als coureurs kunnen dat wel een beetje beamen. Hier in Bahrein, je hebt redelijke uitloopstrook. Volgens mij gebruik je die dan ook wel als het mogelijk is, toch? Al het asfalt wat je hebt, dat gebruik je. Ja, dat wel, ja. Alleen, ik moet wel zeggen, ze zijn wel echt streng met de regels. Ja. Dat is wel, elk jaar heb ik het gevoel dat het steeds strenger wordt. Je moet echt, als rijder kun je gewoon niet meer buiten. Ze zien alles, hè? Ja. Dus ik ga niet nog even een kerst op dit doen van, ga maar door, zeg maar. Ja, er zit wel een klein cameraatje op. Dat wel. Ja. Dus dat vind ik dan zelf persoonlijk een beetje van die regels. Maar aan de ene kant hoort het er ook wel bij. Ja. Je hebt een regelboek, dan moet je dan ook. Ja, je wil dat allemaal fair gebeurt, ja. Dus, maar goed, als je kans hebt en je hebt al geen track limits. Je denkt van, kan nog even. Ja, het helpt wel even. Ja. Als je een keer maar dan moet je niet 3-4 achter elkaar doen, want dan hebben ze hem, zeg maar. Ja. Valt het op. En in de auto heb je nog heel vaak van, ik zit al binnen de lijn. Maar dan als je op beeld kijkt, is het van dat je dan naast zit, zeg maar. Ja, precies. Zeker in de Porsche, je ziet echt heel weinig. Je ziet niet waar je band zit. Dus, inschatten is heel belangrijk. Ja. Ja. Nou ja, ik vind het wel even trouwens nog wel goed om even op die reglementen door te gaan. De vloer moet ook een minimale hoogte hebben. 15 millimeter of zo uit mijn hoofd. En nu werd het toch alweer gerucht in het paddock dat Rebel zijn vloer toch een beetje te laag had gezet. Ja, de hangen geruchten. Ik weet er ook niet het fijne van, maar die vloer zou mogelijk illegaal zijn. Nou ja, goed. Als dat het geval is, dan waren er ook al protesten tegen. Dan was dat balletje ook wel gaan rollen. Ja. Ik denk niet dat de andere teams het dan tot aan de kwalificaties hadden laten gaan om met zo'n auto te gaan laten racen. Nee. Dus dan, ik vermoed dat daar dan niet zo heel veel aan de hand is. Okay. Maar het kan nog wel uitspelen natuurlijk. En als je de auto hoger zet, wat heeft dat voor effect dan? Ja, dat zou je beter de coureurs kunnen vragen, denk ik. Die weten veel beter hoe dat effect is. Maar je verliest wel gewoon snelheid als je die auto wat hoger zet. Ik denk dat ieder team zo laag mogelijk die auto wil hebben. Ja. Maar dat is natuurlijk. Ja, tegelijkertijd. Vergelijk het met een bus in Engeland. Hoe hoger je gaat, hoe moeilijker je door de bocht gaat. Ja. Kijk, nu gaat het om millimeters. Ja. Bus in Engeland is wat hoger. Maar nogal, laten we zeggen. Ik heb het toch 15 millimeter. Dus onze Nederlandse bussen zijn beter dan de Engelse. Kijk, hoe lager je zit, hoe harder je door een. Dat heb je ook met elektrische auto's, Tesla's. Ja. Al die accu's zitten onderin. Ja. Ja. En die hebben gewoon veel betere wegligging. Dus hoe lager het gewicht zit, hoe harder je door een bocht kan. Dus en als je dat dan vertaalt naar de Formule 1, elke millimeter, dat scheelt gewoon enorm. Dus dan verlies je wat downforce, heb je weer met meer luchtweerstand te maken. Waardoor je dus misschien wel achter die vraag is. Zou, ik wou Binotto zeggen, Frederik Vasseur zo'n gast zijn die er nu wat harder in gaat, denken jullie? Als in van, Binotto was wel, dat zag je ook in die documentaire bijvoorbeeld, of wat hij afgelopen jaren heeft gedaan. Ja, toch wel even, als hij ergens wat kan halen, dan haalt hij dat. Denk je dat Vasseur ook zo is? Tuurlijk. Ik vind hem voor uitstraling wat harder, zeg maar. Ik heb hem niet echt als persoon, maar ik vind hem wel iemand die... Die gaat hem met zweep over. Tafel, denk ik ook wel, ja. Maar goed, dan moeten er eerst een paar dingen misgaan bij Ferrari. Dan kunnen we zien hoe hij ingrijpt. Precies. Ja, precies. En als het niet gebeurt, heeft hij het ook goed gedaan. Want dan zijn er geen fouten gemaakt. Dus. Ja, en wat je zei, 3 maanden is dan wel echt kort, hè? Vind ik heel kort. Ja. Dat kan je niet echt je stempel drukken nu al op. Nee, bizar. Als je echt verandering wil maken, dan is het lange termijn. Ja. Moet je eerst het personeel een beetje gaan verversen of zo? Ja, ik denk dat hij dit weekend gewoon gaat kijken, wat doet dat team nou eigenlijk? Ja. En op basis daarvan kun je dingen gaan aanpassen. Ja, vooral dat. Ja, ik denk als ze zelf geen stomme fouten maken en de motor een beetje meehelpt, dan komen ze denk ik al een heel eind. Ja. Dat is een beetje denk ik wat er gaat gebeuren. Ja. Nou, laten we hopen. Bandensatage moeten ze onder controle krijgen, denk ik. Ja, die bandendegradatie. Het is echt bizar dat zij nog steeds zoveel last van hebben. Ik zou op een gegeven moment denken na een paar seizoenen, nu is het al klaar. Maar, ja, het is echt. Ik denk dat het in die filosofie zit ingebakken. Ja. En dan moet je het toch maar goed uitbalanceren. Wil je die achterbanden niet zo op gaan roken?
Nou, laten we dan nu echt even voorspellingen gaan doen. Ja. Daar waren we gebleven. Maar Larry, wat denk jij? Wat gaan we zien? Ik wil graag een top 3 van je en een beetje gekke voorspelling. Top 3. Ja, ik denk toch persoonlijk 1-2 voor Red Bull. Ik zou Max op 1 zetten, Paris op 2. En ja, ik denk die S-race Leclerc op 3. En als je vanuit het middenveld, denk je dat we daar nog iets geks gaan zien? Goed, weet je, dat was net mijn voorspelling. Ik zou heel gaaf vinden als natuurlijk Alonso al iets kan laten zien. Dat hij natuurlijk naar voren gaat. En verder denk ik, benieuwd hoe Mercedes qua racepace is. Mm. Ik weet niet hoe dat zeg maar vooral was in de testdagen, zeg maar. Ja, nou, weinig in beeld geweest. Ja, zeker Nick, hè, van die positie. Die gaat natuurlijk in richting, en dat is naar voren. In hoeverre kan die komen? Ja. Je hebt een verschil van 10, zou natuurlijk geweldig zijn. Moet hij aan de bak? Gaat mooi worden. Ja, dat denk ik ook wel, ja. Zeg nooit, kan zeker. Ja. Dus, het zit zo dicht bij elkaar in het middenveld. 100%. Dat, een foutje van een andere team. En hij is natuurlijk op gebrand om vandaag wat te laten zien. Dus tuurlijk. Ja, die wil nu wel, hoor. Ja. Dus, klinkt goed. Remy, wat denk jij? Ik denk, Verstappen wint deze race wel. Maar ik onderschat ook niet Aston Martin. Op de race pace zaten zij er op het 10e op Red Bull. Dus dan zeg ik Alonso op 2 en Perez daar denk ik achter. En ik ga met je mee met Nick de Vries. Ik denk ook wel P10. Wow. Oké. Ja, ik zet hem in op Max 1, Leclerc 2, Alonso 3. Wel podium voor Alonso. En iets geks? Iets geks. Piastri ook naar de top 10. Met die kart. Ik zie het graag gebeuren, laat ik het zo zeggen. Je vroeg wat geks. Nee, maar dat is ook zo, inderdaad. Nee, ik denk dat ik wel meega. Ja, Gasly kan ook, hè? Oh, ja. Dat is inderdaad heel gek. Ja, moet het allemaal goed gebeuren. Als je vanaf P20 moet starten, dan moet je ver komen. Nou, ik ben daar eigenlijk wel mee eens. De Max die pakt hem wel per rest erachter. En dan gaan we denk ik wel een Ferrari zien. Maar ik hoop toch wel Fernando Alonso. Ja, of je had door de degradatie van die band Ferrari zoveel dat terug. Misschien Alonso een goede kans maakt. Ja, maar ik vind al wel dat hij zich al wel heeft bewezen, hoor, om eerlijk te zijn. Hij heeft nu al wel laten zien wat hij kan met die auto, dus dat is heel top. En ja, ik denk dat Hulkenberg toch wel... hij is daar nu 10e. Ja. Laten we hem 8e plek geven. Punten met zijn re-entree van de Formule 1 is toch wel even lekker. Heeft hij netjes gedaan, vind ik. Ja. En dan ben ik benieuwd wat Magnussen kan doen. Weet je? Dat ben ik ook wel stiekem. Nou, als hij een beetje ritme kan vinden, dan komt hij heel ver, denk ik, met die auto. Het ziet er goed uit. Heren, ik wil jullie bedanken. Het was weer gezellig. De kop is eraf van het seizoen. Ik heb echt onwijs veel zin in vanmiddag. Liv, bedankt voor de chat en ook voor jouw debuut natuurlijk. Hè? Ja. Vond je het leuk? Ja, heel leuk. Nou, goed om te horen. Ja, dat was hem dan. De allereerste editie van Goedemorgen GP-fans. Mocht je het nog niet gedaan hebben, abonneer dan even op dit kanaal. En uiteraard vanmiddag om 4 uur is het tijd voor de allereerste race van dit seizoen. Namelijk de Grand Prix van Bahrein. Op de hoogte blijven van het allerlaatste Formule 1 nieuws. Bezoek onze website gpfans.com of download de app. Veel kijkplezier vanmiddag. Hoi. Super, dat is een leuke. Lekker hoor, leuk jongen.